Ja, ja, like alvast keihard op dat like knopje en dan, ja, jawel, daar komt zometeen mijn sappige beeldscherm met mijn spelletje tevoorschijn. Hey! Super tof, jullie wel kijken, maar dit is een gloednieuwe livestream. En, we gaan nog niet stoppen. Super tof, jullie wel kijken, maar dit is een gloednieuwe livestream op mijn kanaal. En vandaag gaan we natuurlijk weer een tof, super gave stream van maken. Ja, jawel, we gaan er vandaag weer iets super tofs van maken. Dus ik zou zeggen, like keihard, deel natuurlijk even deze livestream en... Oh, ik heb wat gekregen. Gefeliciteerd, je hebt 25 orange badges gekregen. Super tof. Wat lang geleden. Ja, ja, wat is het lang geleden? Inderdaad, wat is het lang geleden dat ik weer bij live ben geweest überhaupt. Maar, niet getreurd, we zijn gewoon... Nou Mert, dat wordt toch volgende week. Ja, toch wel? Ja, we toch wel. Oh, nee, wacht. Nou... Wel leuk dat er iemand bij probeert te weten DDoS, hè? Wel weer leuk, hè? Wel weer heel leuk. Wel weer heel leuk. Wel weer echt wel heel erg leuk, hè? Wel weer echt heel erg leuk. Waarom nu, moet ik nu denken aan Potgrond? Waarom moet ik nu denken aan Potgrond die ook altijd wordt gedidost? Nou, we gaan nog even kijken hoe lang we dit kunnen volhouden. Maar, ja, degene die dit doet, houden er gewoon wel op. Doe het in ieder geval niet bij mij. Ik kan altijd het proberen bij, nou, niet bij mij in ieder geval. Maar goed! Wel super tof dat jullie maar kijken. Waarom wil je Sam vermoorden? Dat ga ik allemaal uitleggen. Ik heb het. Het is wel heel grappig. Want ik had dit namelijk al de vorige keer gedaan in de stream. Maar ik ga nu even uitleggen aan jullie wat ik de vorige keer heb gedaan bij de stream. Ja. Open je lucky bags. Ja, dat ga ik doen. Ik heb namelijk lucky bags. Ik heb lucky bags, jongens. En dat gaat super tof worden. Ik heb allemaal toffe lucky bags. Die ga ik openen. En die heb ik dus. Ik zie heel veel toffe mensen in de chat. Super tof. Vergeet natuurlijk ook zeker niet te liken, hè, mensen. Ga je weer Kingdom 1 doen een keer streamen? Nou, nu niet. Maar, in ieder geval, vandaag ben ik in mijn topia en gaan we weer een vervolg maken op de 3 weken geleden stream. Ik ga jullie zometeen haar fijn uitleggen wat ik de vorige keer al heb gedaan. We hebben namelijk de vorige keer, zijn we eigenlijk opgelicht door de politie. En hebben we, een probleempje opgelopen met Sam. Sam heeft me verraden bij de politie, heeft me aangegeven bij de politie. En uiteindelijk werden we opgesloten in een kelder. Hier waar wij nu zijn. Dus ja. Dit wordt wel een spannende stream weer. We gaan namelijk vandaag proberen Sam te vermoorden. En hem te vinden. Ken je hem nog? Ja, ik ken je nog wel, Alex. Hola. Ik wil helpen. Jullie mogen allemaal helpen om Sam te vinden. Mogen jullie allemaal doen. Deel natuurlijk zeker de stream. Zou ik super tof vinden. Nou, super tof om jullie te zien. Nou, gaan we gewoon beginnen? Ja. Ik heb wel trouwens super veel zin om zo'n lucky bag te openen. Die heb ik dus, zeg maar. Die zijn nieuw in de DDG shop. Die kan ik dus openen. Wel super tof. We hebben ook al de 50 likes. Super tof. Ik moet trouwens even mijn YouTube nog één dingetje doen. En dan kunnen we beginnen. Ik moet even mijn YouTube refreshen. Kijk eens. Super. Oh. Ja. Top. Sam is wel online. Ja? Nee, nog niet in Greydale. Maar we gaan hem straks wel proberen op te vinden. Want Sam is eigenlijk altijd online. Dus dat is het voordeel aan Sam. Dat is altijd het voordeel aan Sam. Hey, wakkertje. Hey, streamer. Super tof om alweer oude mensen terug te zien. Tenminste, oude mensen. Nou, zo oud zijn jullie ook weer niet. Ik bedoel, ik ben ook nog niet oud. Maar ik bedoel meer mensen die ik een tijdje niet meer heb gezien in de chat. Jullie allemaal. Want ik heb gewoon 3 weken niet meer gelivestreamd. Het spijt me. Ik ga nu, beloof nu elke zondagavond op 7 uur live te gaan. Ik beloof het. Ik beloof het. Ik heb wel wat guns voor je. Oeh. Cool. Die heb ik wel nu nodig om iemand te vermoorden, namelijk Sam. Maar goed, laten we vanaf deze muziek naar de spannende muziek gaan. Want ik zit hier namelijk wel gewoon vast. Maar toen dat ik inlogde,
stond deze deur open. Want ik ben natuurlijk al 3 weken niet meer online geweest, dus... Er komt iemand naar binnen. En ik heb niks te beschermen. Er komt letterlijk iemand naar binnen. Het staat open. Ik kan ontsnappen hier. Oké, voor de duidelijkheid. Ik ben dus hier de vorige keer... Oh, hij loopt weg. Ik ben dus de vorige keer hier opgesloten door de politie. Die heeft me opgesloten hier. Doordat... Sam heeft mij aangegeven... Oké, ik moet even geconcentreerd zijn. Sam heeft mij aangegeven bij de politie. Toen uiteindelijk heeft de politie mij opgepakt. Maar dat waren geen echte politieagenten. Tenminste, ze waren wel echt. Maar ze waren aan het werken voor Sam of zo. Ze hebben namelijk al mijn spullen ingenomen. En ze hebben... me opgesloten hier in deze kelder. Maar dat is al 3 weken terug. Dus ze hebben waarschijnlijk vergeten deze deur al dicht te doen. Want ja, het is al 3 weken terug. Dus dat zijn ze al lang vergeten, denk ik. Alleen Sam niet. Alleen dit is allemaal kapot of zo. Zullen we gewoon naar buiten gaan en zullen we gewoon kijken wat daar is? Laten we gewoon naar buiten gaan. Ik wil gewoon naar buiten. Ik wil hier naar buiten. We moeten Sam vermoorden. We moeten Sam karma geven. En er was hier zo net wel iemand. Die hier... Nou ja, die hier in ieder geval... Wie is hier allemaal de eigenaar van? Eigenaar Koelkast. Ja, ik wist het! Koelkast is één van die agenten die mij heeft aangehouden. Koelkast is één van die agenten die mij... Iemand zegt shift. Nou, op zich hoeft het niet, want... Het is toch al 3 weken terug dat ik hier was. Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oké. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee, 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 nee. Die agent die mij heeft opgesloten staat letterlijk hierboven. Die staat hier letterlijk boven mij. Ik moet hier ontsnappen, Aad. Aad, help me. Aad, maak geen geluid. Nee, ik kom binnen. Weg, 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 weg. Nee, hij heeft de deur dicht gedaan. Hij heeft de deur dicht gedaan. Ja, 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 ja. Ja, iemand moet me helpen. Iemand, Emily, Birte, Birte. Hoi, kom, kom, we moeten hier zo snel mogelijk weg. Die eigenaar, ik leg je zo uit. Kom, 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 kom. Oh mijn god, ze ben... dat is serieus die gast die mij heeft opgesloten de vorige keer. Kom, 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 kom. Hier naar achteren, hier naar achteren. Zag je dat? Ja. Die Koelkast, was die agent die... Ik moet je echt veel uitleggen. Maar oké, ik heb iemand die me... ik heb even iemand nodig die me kan helpen. Kan jij mij helpen? Ik kan je wel helpen. Oké, ik moet je even uitleggen wat er is gebeurd. Ook aan de kijkers. Leuk dat je erbij bent, Myrthe. Ik heb namelijk jouw hulp nodig. Wat er is gebeurd? Ook aan de kijkers. De vorige keer werd ik opgepakt door de politie. Nou ja, wat je politie kan noemen. Sam heeft me namelijk aangegeven bij de politie omdat hij mij niet meer mocht of zo. Ik had zogenaamde illegale dingen gedaan van hem. En ja, dat was gewoon niet heel netjes, vond hij. En toen heeft hij mij aangegeven bij de politie. En wat dus het probleem is dat ik nu politie achter me aan heb, dacht ik. Maar dat was helemaal geen politie. Het waren wel agenten die hier ook werken, hier in Gredel. Maar ze werkten voor Sam en ze hebben mij opgesloten in hun winkel daar. Die nu blijkbaar kapot is. En nu ineens kwamen ze weer in hun winkel. Vindt u dit normaal? Winkels slopen? Oh nee, ze hoort bij deze winkel. Kom, nee, we moeten snel weg hier. Anders verraadt hij ons. Dat is die eigenaar. Het is denk ik een medewerker van die winkel. Kom, we moeten wegwezen hier. Oh nee. Nee. Nee joh, dit was helemaal niet de planning. Ik wil gewoon Sam terugpakken met die agenten.
Oké. Kom hier, moeten dan hier naar links. We moeten hem afschudden. Heb jij een Elytra? Ja, kom, we gaan naar de bergen toe. Daar kunnen we naartoe. Het is net jachtseizoen, joh. We gaan naar de bergen toe van Gredel, net als wat Stefan deed. En dan gaan we daar vluchten. Oh my god, dit was helemaal niet de bedoeling. Ik wil gewoon rustig kunnen voorbereiden om Sam te vermoorden. Oh nee. Oh nee, het is echt net jachtseizoen. Hij probeert me al aan te tikken. Hij probeert alles. Hij probeert alles. Kom op. Omhoog, waar ben je? Ik ben achter je. Oh, we moeten snel weg hier. We moeten heel snel weg hier. Oké, kom je? Ja. Huh, er is hier vuur. Er is hier vuur. Wat doet dat vuur hier? Als hier vuur is, dan... Huh? Huh? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Daar is een vliegtuig. Volgens mij is dat een vliegtuig die kapot is neergestort. Moet hij zo snel mogelijk... Die... Nee! Nee, nee, nee! Het is echt net jachtseizoen. Hij probeert me ook aan te tikken. Nee, joh. Nee! Tommy! Tommy! Top! Weet je wel wat hun hebben gedaan? Hun hebben mij opgepakt. Opgepakt. Maar illegaal. Ik leg je allemaal uit. Het komt goed. Het komt goed. Maar het is wel mijn baas. Ik leg je het later even uit, oké? Okay? Ik leg je het later even uit, oké? Okay? Die baas van jou werkt voor Sam. Die baas van jou die werkt voor Sam en die is die helemaal al goed in zijn hoofd. Ja, leg het maar uit aan de politie. Ja, maar ik wil het wel uitleggen aan de politie, maar hij is zelf de politieagent. Maar hij is niet te vertrouwen. Die politieagent. Tom? Dank je. Oh, hij gaat weg. Wat was dit apart, zeg? Heel raar. Wat is dit een aparte intro van een livestream, jongens? Oké. Okay. Super tof dat je allemaal ook nog kijken. Like nog even. Abonneer. En ik zou zeggen, welkom bij deze stream. Wat er dus zojuist is gebeurd. We zijn zo net in een winkel gespawnd, waar ik de vorige keer in een kelder werd opgesloten door een paar agenten die voor Sam werkten. Omdat Sam mij had aangegeven bij de politie. Die hadden me opgepakt, die agenten. En ja, nu kom ik na 3 weken weer online. Zit ik in die kelder en wat er gebeurt is dat die kelder een beetje in is gestort of wat dan ook. Het is een beetje kapot. En ze geven mij daar de schuld van. En voor de rest, wat is er nog meer gebeurd? Nu zijn we vrij. En moeten we Sam terug gaan pakken. Dus wat we gaan doen. We gaan Sam proberen terug te pakken. Eigenlijk te vermoorden. Want de vorige stream heb ik aan jullie verteld wat ik ermee moet. En toen zeiden jullie allemaal, pak Sam terug. Maar ik heb geen wapens of zo. Heb jij wapens, Mertje? Ik heb wel wat leuks. Wat heb je dan? Ik heb een mes, een bivakmuts en een pistool met 7 kogels. Wat heb je? Een pistool met 7 kogels? Ja. En een mes. En die zijn niet fake? Nee. Nee, je bent sowieso dolle. Ik ken jou niet als iemand die wapens heeft. Net als Sam. Dit begint net Sam te worden, joh. En ga je me uiteindelijk dan ook verraden, net als Sam? Nee hoor. Nee? Oh. Nee. Oké. Tof. Maar kan ik die kopen? Verkoop je dat? Of wat dan ook? Ja, ik koop ze wel. Top. Ik heb wel pinpas bij me, maar... En ik heb volgens mij ook nog wel wat geld. Maar is het goed dat ik die dan achteraf koop of zo? Want ik heb op dit moment niet echt heel veel geld of zo. Hey! Ja, is goed. Die Tom is hier. Die Tom vind ik maar een apart kereltje. Want die werkt wel voor die baas die agent is. En die mij heeft... opgesloten. Maar goed, een pistool met 7 kogels. En, nou, doe maar die bivak. Doe maar alles. Doe dat mes maar, de bivakmuts. Alles waarmee ik Sam kan mee vermoorden. Goed. Want hij wou mij in principe ook bijna vermoorden. Alleen dan in die kelder. Heeft hij me een paar weken laten afsterven daar. Dus we gaan hem nu terugpakken, jongens. We gaan hem terugpakken.
Maar goed, ik heb ook nog wat Lucky Goodie Bags. Maar waar gaan we eigenlijk die, dat, ja, we kunnen deze zo meteen ook even openen. Maar waar gaan we eigenlijk, waar kunnen we eigenlijk, oh, wat heeft hij op zijn hoofd? Een schaar, oké. Okay. Maar waar gaan we eigenlijk die gun, laten we dat even ergens daar doen, oké? Okay? Want als we dat hier gaan dealen, dan, ja, er zijn nogal veel mensen hier. Oké, okay? Ja. Dus gebruik je Elytra. En dat is een neergestort vliegtuig blijkbaar. Kunnen we hier vliegen, denk je? Nee. Dat wordt hem niet. Oké, laten we dan meer omhoog gaan of zo. En dan kunnen we ergens daar naartoe. En dan even een gebouwtje. En dan kunnen we dan even die wapens aan elkaar verkopen. En dan, dan gaan we op pad naar Sam. En dan gaan we die proberen te vermoorden en te vinden, jongens. Laten we dat doen. Laten we dat doen. Dus like, abonneer. Om geen livestreams te missen. Want ik ga nu namelijk elke zondag live. Het spijt me. Jongens, dat ik niet elke zondag live ben gegaan. Huh, wat is dit? Nee hoor, dit meen je. Gaat er weer zoiets gebeuren net als in Qtrexia? Gaat er weer zoiets geks gebeuren net als dat er in Qtrexia gebeurde van die meteorieten? Huh? Zagen jullie dat, die beacon? Huh? Er klopt iets niet. Er klopt iets niet. Er klopte iets niet. Wat is dit? Ik heb er geen wat idee. Wat is dit? Weten de kijkers dit? Of is dit net nieuw? Heb ik zojuist iets gevonden wat nog nooit eerder is gevonden? Wat is dit? Checklist, machine, voorraad, boeken lezen. 22, 10, 9, alle, einde van alles. Nee joh. En slijm? Nee, nu moet ik denken aan WBV. Hou op. En wat is dit? Een knop. Dit is al geweest. Oh, dus ik ben best wel oud. Oké, ja, dat komt als ik zo lang in zo'n kelder zit. Maar wat is dit dan? Huh? Dit is wel heel apart hoor. Maar oké, kom. We gaan ergens anders naartoe vliegen. Ik wil dat wapen hebben, zodat ik Sam kan terugpakken, jongens. Oké. Deel natuurlijk even zeker de stream met je vrienden en je vriendinnen. Want ja, ik ga nu elke zondag live. Het spijt me dat ik dat niet heb gedaan. Oké, zullen we... Volg mij maar, oké? Kan je dat? Ja, denk je? Goed. Oké, doen we dat. Let's go. Ik vlieg ook niet te snel. Oké, er komen heel veel mensen achteraan. Sommige mensen ook niet. En volgens mij viel er zo net zelfs iemand dood. Zag ik dat nou goed? Ik zag oprecht iemand naar beneden vallen. Zagen jullie dat ook? Oké, even hier naar beneden. Nu recht naar beneden. En dan hier, zo. En dan hier rechts. Ja. Je zei dat je het had, toch? Wat zei je? Kom maar hier. Kom hier binnen. Zo, je had het, toch? Ja. Wapens, mes en... Nee, joh, ik kan het echt niet geloven. Oh, je hebt een nieuw wapen van... Oh, je hebt een nieuw wapen van... hoe heet dat? De 3.0 update. Ja. De Desert Eagle. Cool. Oké. En hoe werkt het dan? De ability 50 en 7 kogels. Oké. Vet. Oké, dan gaan we die gebruiken. Kan ik op testen op jou? Nee, grapje. Dat gaan we doen op Sam, oké? We gaan Sam keihard terugpakken. We gaan Sam keihard terugpakken. Niet een klein beetje, maar we gaan Sam echt dik keihard terugpakken. Oké. Een bivakmuts en een mes. Oké. Dit moet wel lukken, denk ik. Ik heb trouwens ook nog wat Lucky Goodie Bags. Die kan ik ook nog openen. Je mag op mij testen, zeggen mensen in de chat. Laten we dat niet doen, want jullie zijn bazen. Jullie zijn de kijkers. En jullie zijn gewoon bazen. Dus dat gaan we niet doen. We gaan het gewoon mooi uit op Sam testen. Want Sam heeft mij dus verraden. Voor iedereen die nu nog de stream bij heeft gepakt. En die weet nog geen idee wat we gaan doen. We gaan op jacht naar Sam. Sam de Survivor. Want die heeft mij namelijk verraden bij de politie. Die voor hem werkt. Die politie is... Niet helemaal 100%. Die politieagenten hebben mij opgesloten in een kelder voor een paar weken. En nu ben ik dus weer live. Zijn we ontsnapt en gaan we Sam terugpakken omdat hij mij heeft verraden bij de politie. Ik zag Sam net met de agenten. Ja, dat dacht ik al. Sam heeft een bandje met de agenten, maar is hij überhaupt online? Ja, hij is online. Bingo. En dat is het ideaal aan Sam. Sam is eigenlijk bijna altijd online. Dus we gaan Sam even flink hard terugpakken. Laten we eerst, zullen we deze Lucky Goodie Bags gewoon openen?
Willen jullie dat kijken, zal ik deze Lucky Goodie Bags gaan kopen? Openen? Kopen, openen. Ik heb ook nog 5 Lucky Shards, dus we kunnen ook nog wel naar de Lucky Shards toe. En we hebben nu natuurlijk gewoon een pistool. Een Desert Eagle, hoe cool. Oké, ik moet het niet in mijn hand houden. Gelukkig geen camera's. Dat is een... Sam is dood. Nee, nog niet. Nog niet. Maar er gaat vandaag verandering in brengen. We gaan vandaag er verandering in brengen. Je mag gewoon wel meelopen trouwens. Hoor, Mirte. Is goed. Is Sam dood? Nee, nog niet. Dat gaan we zo doen. We hebben er nu een wapen. Hey Emily. Emily, we lopen voorbij. Openen. Ja, deze zijn van 5 Lucky Shards. Je kan deze dus, we kunnen zo meteen nog even naartoe lopen. Hier zit dus dikke loot in. Hier kan dus ook echt wapens in zitten. Dus misschien krijgen we nog wel een extra wapen. Dat zou wel heel cool zijn. Volgen jullie mij, Mirtha? Ja. Ja, ik ben een beetje traag. Sorry. Oh, politie. Oh, oké. Naar rechts. Ik kan geen enkele agent meer vertrouwen, hè? Op dit moment. Elke agent is corrupt bijna. Oké. Hier zijn de Lucky Shards. Deze Lucky Goodie Bags heb ik dus gekregen van DDG. Heel erg bedankt, DDG. En ik heb ook nog 5 Lucky Shards. Dus we gaan deze gewoon even openen. Snel even kijken of we dikke loot kunnen krijgen. Dus zullen we ze gewoon openen? Ja? Wat we de vorige keer trouwens deden, is dat als jullie precies als ik bij de go op de rechter muisknop klik, dat jullie dan liken. Want volgens mij deden we dat de vorige keer ook. Ik weet niet meer precies, maar volgens mij zoiets. En toen had ik ineens een hele dikke legging gekregen. Ik weet het nog precies. Toen had ik echt dikke geluk. Ik weet niet wie erbij was, maar kijk, ze zijn nieuw. Luk, deze dingen zijn nieuw nu. Sinds een paar dagen volgens mij. Deze heb ik. Ik heb 4 keer deze. De beste Lucky Goodie Bags. En ik kan er nog één openen. Dus laten we het doen. Like allemaal binnen 5 seconden. Dan ga ik ze openen binnen 5 seconden. Oh, ik heb nog mijn pistool in mijn hand. Dan gaan we ze openen. Binnen 4, 3. En like nu. 3, 2, 1. Wat hebben we? Ik doe rechter muisknop, maar er gebeurt niks. Waar moet ik eigenlijk op klikken? Hoe werkt dit? Rechter muisknop op het tasje. Dat doe ik, maar er gebeurt... Oh! Ja, slaan. Oh, ik heb een epic token. En een autostoel. Is dat cool? Is heel veel waard. Alleen de epic token. Oh, is de epic token heel veel waard? Oh ja, daar kan je dingen mee kopen, toch? Ja. Cool. Oké, we gaan er nog één open. En volgens mij kunnen er ook gold coins in zitten, dus dat is wel tof. Oké, we gaan er nog één openen. Deze wil gewoon niet openen. Heel erg bedankt voor je abonnee, Jasmina. Deze wil gewoon niet openen, ik zweer. Ik doe rechter muisknop erop, maar deze wil echt niet openen. Nou. Helemaal top. Ik heb nu een Mario chestplate gekregen en een Star Trek Pars legging. En nog een epic token. Oké. Is allemaal welkom. We gaan er nog één openen, oké? Jongens, dames en heren. En we openen deze. Ik heb nu 50 common tokens, een Star Trek Pars legging en een chat curl gear. Trouwens, volgens mij heb ik nog een chat kleur. Ja, lichtblauw. Hey. Ja, ik heb lichtblauw. Hey, dit matcht wel heel mooi. Die heb ik net, die heb ik de vorige keer gepakt. We hebben nog één Lucky Goodie Bag. Laten we die openen. Die wil gewoon niet openen. Ik klik nu oprecht op mijn rechter muisknop, hè. Kijk. Hij wil gewoon niet open. Wat is dit dan? Nou, dan hou ik hem wel voor de sier. Ik denk dat ik dan even naar staf moet. Heel erg bedankt voor je abonnee, Milan boy. Oké, we kunnen er nog één openen. Gaan we dat doen? Jongens, like allemaal massaal, want dan heb ik gewoon dikke geluk. Ik weet het nu al. We gaan er nog één openen. Deze wil gewoon niet openen. Heel gek. Oké, we openen hem gelijk. Een Star Trek blauw en een 2 Economic Lobby Crates. Oké. Maar ik heb eigenlijk nog een Lucky Goodie Bag, maar deze wil niet openen. Misschien is die wel, zit daar wel dikke loot in, maar willen niet openen. Is dit eigenlijk goede loot? Ik heb geen idee. Ik heb hier geen verstand van. Nou. Ik hoor het graag in de chat van de mensen. Maar ik heb ook nog deze, maar deze wil dus niet openen. Maar goed, die openen we dan wel later. Oh, een agent. Oh! Ik krijg allemaal gekke dingen. Oh, dat heb ik opgepakt. Oh, mensen willen echt die epic tokens kopen? Just go. Hoeveel waard? Ja? Ja. Hoeveel waard is dat dan? Nou, niet heel veel waar, maar heel veel mensen zoeken ze.
Oh, hoeveel kost dat dan? Ligt eraan hoeveel degene ervoor biedt. Wat bied je? Hoeveel is het ongeveer waard? Ik vind het wel mooi dat ik nu zo'n blauwe chatkleur heb hoor. Dat ben ik wel blij mee. Maar die zijn dus nieuw. Niet bepaald, Kevin. Ah, ik heb ook altijd pech. Maar misschien zit in dit tasje, wat niet open wil, wel dikke loot. Dus ik moet even naar een staflid toe. En dan ga ik die ook even openen. Misschien aan het einde, wat later op de stream. Misschien zit hier wel een dikke goldcoin in. Je weet het maar nooit. Oké, maar laten we zo op zoek naar Sam gaan. Nee, wat wil die zeggen? Wat bied je? Is just... Maar hij zei niks. Wat biedt hij? Nou, niet zo heel veel. Oké. Nou goed. Ik word gewoon geskipt op dit moment. Mag ik die goldcoin dan voor 10k? Nee. Als ik een goldcoin heb, dan ga ik die mooi aan mijn muur hangen. Deze dingen hoef ik allemaal niet. Nou, ik heb wel een autostoel met me mee. Dat is wel cool. Oh, ik heb... Lacratus, heb je goldcoin? Nee. Maar misschien... nog niet. Nog niet, maar ik heb nog wel één lucky goodie bag. En deze lucky goodie bag, die kan ik niet openen. Dus misschien zit daar wel een goldcoin in. Ik weet het niet. Ik zie trouwens hier wel heel veel agenten lopen. Ik moet daar wel even over nadenken. Wie nou wel of niet corrupt is. Mag ik die kleding misschien als je het niet wilt? Nou, misschien dat we straks wel even wat kunnen weggeven. Dus ik zou zeggen, kom lekker online in mijn topia. En dit is de bank. Oh, we kunnen de bank ook gaan overvallen nu. Ik heb een pistool en een bivakmuts. Gaan we de bank over... Is dit nog überhaupt de bank? Ja, dat is op de bank. Er zijn nog wel mensen. Dit is een overval! Nou, laten we dat nu niet doen. Oh, er zijn ook agenten. Laten we dat inderdaad nu niet doen. Dat is niet heel handig. Is Sam nog online? Ja. Sam is hier online, dus waar zou die zijn? Waar zou die zijn, jongens? 150 kijkers, jullie zijn bazen. Lijkt natuurlijk even kaart op dat blauw duimpje hoog. Hierboven. Oh, mijn headset doet het... Of mijn greenscreen doet het een beetje apart. Of niet? Even zien. Ik zoek Sam. Ja, jongens, kom allemaal online op mijn topia. En zoek mij op. Want dan kunnen we misschien Sam allemaal met ze tegelijk vinden. Dat zou wel cool zijn. Dat zou wel mooi zijn. Top Tobias. Ik vind het echt apart dat ik deze Lucky Goodie Bag niet kan openen. Maar goed. Dat regel ik later dan nog wel even. Misschien aan het midden van de stream. Want iemand zegt kom. Oh, dat is een agent, maar die loopt me voorbij. Heel bedankt voor je abonnee, Stijfos. Laten we trouwens ook even een namenrondje doen. Dat is wel leuk. Wat heb ik gemist? Nou, heel veel. Namelijk, dat Sam mij heeft aangegeven bij de politie de vorige keer, een paar weken terug. En nu, zo, we zijn met massale mensen. Jullie zijn bazen. Kom allemaal online. Dan zijn we met superveel mensen. Ik ben in Gredel hier. Maar je hebt gemist dat ik ben een paar weken terug toen ik live ging op een zondagavond. Het spijt me. Ik ben al een paar weken niet meer live geweest. Dat ga ik nu alweer doen. Elke zondag om 7 uur. En nu heeft Sam mij aangegeven bij de politie. En nu ga ik Sam proberen te vermoorden. Omdat ik zeg maar door... Maar wat ik er wel moet bij zeggen... De agenten helpen Sam. Dus ja, dit wordt wel heel spannend. Heel erg bedankt voor je broodje. Maisbrood. Oh lol. Maar dat hoef ik niet. Wel heel erg bedankt. Ik heb wel een epic token. En ik heb een... blauwe naam. Of een blauwe type kleur. Ik ben heel vrolijk. Oh, pardon. Ik zie Nathan. Ik zie Tigo. Jesse. Tigo. Marcel, hoog bedankt voor je abonnee. Je bent een baas. Heb jij enig idee, Mitte, waar hij kan zitten? Nee, nee. Tije, Tigo, Jesse, Jurgen, Finn, Stijn. Nee? Nee. Dat is wel weer naar. Misschien... Kan ik iemand op Discord regelen die met hem een afspraak kan gaan maken? Ik kan natuurlijk niet met hem een afspraak gaan maken. Of het moet op een andere naam zijn. Want hij, volgens mij verkocht hij... Ik zag op Twitter dat hij een Malibu setje verkocht. Oh, wat kan ik hier kopen? Wat is dit? Dit is safe trade. Oh, nou dat hoef ik helemaal niet, joh. Kunnen we ook wapens traden hier? Nee, dat niet. Oh nee, dat kan niet? Ah. Nee. Ah, Noah, Matthijs, Mick, Jelte, Matteo, Tigo, Marit, Aljot, Ismee, Matthijs. Laat mij het regelen. Marit, Jeltje, Guusje, Matthijs. Nou goed, laten we Sam opzoeken. Heel erg bedankt voor je abonnee, Aswin. Cindy, Lasse zie ik nog. Super tof dat jullie erbij zijn.
bijna 170 kijkers. Jullie zijn natuurlijk met massale mensen. En we hebben Sam nog niet eens gevonden, hè. Oké, laat ik maar trouwens wel mijn pistool even in mijn inventory houden. En mijn bivakmuts. Dus ook wel even handig. En mijn mes. Ook wel handig. Nee, ik hoef geen appel. Wel heel erg bedankt. Hier, iemand mag 10 euro hebben, alsjeblieft. Alsjeblieft, voor de skere mensen die skere tijden hebben. Oké, waar ben je? Ben je achter mij, Merte? Ja. Naast je. Oké, laat ik iemand proberen te regelen op dit... Oh, het politiebureau. Misschien is hij hier wel. Want hij werkt samen met de politie. Dus misschien is hij wel bij het politiebureau. Sam. Dat is wel logisch. Oh, wacht. Ik zie hier agenten. Maar deze agenten komen mij niet bekend voor. Er zijn een aantal agenten die mij de vorige keer hebben opgesloten. In... hier in Gredel, in een kledingwinkel. Heel erg bedankt abonnee voor je... Of heel erg bedankt voor je abonnee Teun. Maar ik herken die namen niet. Misschien zijn er wel nieuwe agenten bijgekomen die helemaal niet voor Sam zijn en die helemaal niet voor Sam werken. Maar ik kan eigenlijk geen enkele agent meer geloven, want er lopen alsnog agenten hier rond, hier in het politiebureau, die wel voor Sam zijn en die werken voor Sam. Dus dat is wel een dingetje. Maar ik zie geen Sam hier. Jij wel, Myrthe? Nee, ook niet. Dus we kunnen verder zoeken. Hij moet hier toch wel ergens zijn. Is hij überhaupt nog online? Nou, iedereen is bijna online in Gredel. Cloudfight. Dit zijn allemaal mensen die ik nog nooit heb gezien, joh. Nee, joh. Doneer 5 euro voor Earrape, ja. Dat kan een linkje in de beschrijving. Dan schrik ik me wel echt helemaal dood op dit moment. Want ik ben wel echt heel erg alert naar Sam. Dit vind ik wel balen, hoor. Dat ik deze ene lucky goodie bag niet kan openen. Misschien zit hier wel een gold coin in. Zo'n hele bijzondere. Maar ja. Wie weet. Cyril, ik heb een idee. Ik krijg wat vrienden online en laat één iemand in elke stand zijn als spion en Sam zoeken en dan als... Ja, dat... Jullie komen allemaal met slimme ideeën. Maar misschien kan ik wel iemand regelen op Discord die Sam kan... ergens naartoe kan lokken. En uiteindelijk dat ik daar naartoe kom... Dat kan ik wel doen. Ik moet even mijn greenscreen goed doen hoor, jongens. Dat kan ik wel doen. Is dit goed zo? Oh nee, nu word ik onzichtbaar. Oeh. Kijk, nu heb ik geen hoofd. Dat is ook wel cool, hè? Laten we dat niet doen. Zo. Zo is hij weer goed. Oh, ik krijg allemaal spullen van mensen. Heel erg bedankt. Maar goed, laten we Sam... Zo! Kom allemaal online, jongens. Moet je kijken dan. Wat een basis zijn jullie. Zo, wat een basis zijn jullie. Kom al lekker allemaal online in Gredel. Super gaaf. 170 kijkers, jullie zijn bazen. Serieus, Cindy. Kom al lekker online, gezellig. Dan gaan we op pot naar Sam proberen te vinden. Heeft iemand enig idee in de chat waar Sam zich kan bevinden? Ben ik laat? Nou ja, goed. Je kan altijd de stream terugkijken. Ik heb... wat er zeg maar is gebeurd. Ik heb zeg maar nu een wapen ook. Een Desert Eagle. Die is best wel sterk volgens mij. Maar zie ik ergens Sam hier? Tussen al deze nametags. Er zijn superveel mensen. Jurgen. Jij bent staf. Jij moet dit zo moeten weten. Ik heb een lucky... Oké, hij loopt gewoon voorbij. Ja, prima, joh. Weet wel, Jurgen, dat ik een pistool heb, hè? Oké. Wat is er gebeurd, de Serial Gamer? Nou, Sam heeft me verraden bij de politie. Een paar streams terug. En nu wil ik Sam proberen terug te pakken. Dus laten we het proberen te vinden. Oké, ik ga nu iemand contacteren op Discord die hem gaat lokken, oké, jongens? Oké, hou even vol, jongens. De spanning gaat nu omhoog. Ik heb iemand die nu Sam gaat contacteren. En die gaat een afspraak maken met Sam hier ergens in Gredel. Dan denkt Sam dat hij een afspraak met iemand heeft. En dan ga ik in plaats van diegene waar hij denkt waar hij een afspraak mee heeft, daar ga ik naartoe. Dus dan denkt hij ineens, huh? Wat is hier gaande? Nou, allemaal fake pistolen. Wat doe je nou stoer met je neppe gun? Ik heb een echte, hoor. Ik heb een echte. Oh, Kenny is hier. Kenny, vertel. Waar is Kenny?
Waar is Kenny? Wat doet hij nou stoer? Ik heb een mes en een Desert Eagle, hoor. En dat is geen neppen. Kijk, dit is een neppen. Dat zie je aan het toetje. Kenny, wat doe je nou stoer? Ik heb gewoon... Hoe is het, Kev? Goed, met jou? Gokkes. Vertel. Wat moet ik gokken? Wat moet ik gokken? Kenny is hier. Er zijn echt superveel man. Jullie zijn echt bazen, jongens. Ik heb echt in tijden niet meer zoveel mensen gezien. Langs mijn hoofd, allemaal. Gok mijn banksaldo, hehehe. 1 cent. Je hebt 1 cent op de bank staan, Kenny. Je hebt 1 cent op de bank staan. Oh, ik 1 mil. Ik heb 1 mil op de bank staan, kijk maar. Zien jullie hier? 23.000 euro. Ja. Oké. Okay. Jongens, ik krijg een berichtje van iemand nu via Discord dat over 1 minuut ongeveer kunnen we naar de plek gaan waar hij heeft zogenaamd heeft afgesproken met Sam. En dan gaan we Sam vermoorden. Yes! Beter, maar succes Kev met streamen. Je hebt wel genoeg volgers. Dank je. Ja, er zijn genoeg mensen die zijn opgedaagd, die zijn bazen. Laten we dit gewoon elke zondag doen. Laten we dat beloven. Ik doe het pinkiesfeer met jullie. We gaan dit gewoon elke zondag doen. Willen jullie dat ik elke zondagavond om 7 uur live ga en misschien wel vaker? Zet dan even ja in de chat. Zet dan even ja in de YouTube chat. Doe dat dan even zeker. Wil jij eigenlijk dat, Meerte? Of vind je mij maar eng? Nee, het seems hartstikke leuk. Ah, tof. Is Sam al dood? Nog niet, maar over... enkele minuten krijg ik een bericht van iemand dat hij een afspraak heeft gemaakt hier ergens in Gredel met Sam. En dan ga ik daar naartoe in plaats van hem. Ja, ja, ja. Kan je ook in de middag? Ik kan nooit 's avonds. Nou ja, je kan het altijd terugzien. Maar we kunnen ook wel eens een keer gewoon vrijdag of bijvoorbeeld vrijdagmiddag doen. Of nee, zaterdagmiddag. Of nee, we moeten even zien allemaal. Maar dat kan vast wel een keer. Ik moet even kijken. Ik zie heel veel jas in de chat. Nou, dan weet ik het al. Dan ga ik gewoon elke zondagavond sowieso live om 7 uur. Dus dat sowieso. En misschien wel vaker, maar dan moet ik nog even precies zien hoe en wat. Maar goed, elke zondagavond dus. Dus like even zeker dan, als jullie dat willen. Dat motiveert mij weer. En abonneer, om op de hoogte te blijven van elke livestream. Anders dan is het zonde. Want als je het graag wil zien, moet je wel even abonneren. Want anders krijg je geen melding. Dus abonneer en klik op het belletje. Dan weet je zeker dat je meldingen krijgt over deze leuke streams. Elke zondag. En je komt natuurlijk ook in beeld dan. Als je het op openbaar hebt staan. Oké. Okay. Ja, ik krijg een bericht van hem binnen. We kunnen los. Dit begint wel spannend te worden. Want het is al een paar weken terug. En ik denk dat Sam het eigenlijk ook wel een beetje is vergeten. Oh my god, jongens. Dit is spannend. Ik vind het oprecht spannend. Want we gaan nu naar Sam toe. Ik krijg zometeen de coördinaten. Hey, ADHD. Power. Droomgozertje. Waar is hij? Shout-out naar ADHD Power. Oh my god, ik ben zenuwen. Gaan omhoog. We gaan hem proberen te vermoorden zometeen. Oh, ik ben zo... Want die agenten werken voor hem, hè? Oh, jullie zijn zulke bazen. Moet je kijken hoeveel mannen hier. 202 kijkers. Jullie zijn bazen. Jullie zijn bazen. Echt waar. Oké, we gaan er naartoe. Ik heb de koorts gekregen. Even zien, waar is dat? Oké, maar als we met al deze mensen hier naartoe gaan, gaat dit nooit goed. Oké, laten we een afspraak maken met jullie. Er zijn vast mensen die hier niet aan gaan houden, maar alsjeblieft, ga niet met z'n allen voor Sam staan. Want dan kan ik hem nooit vermoorden of nooit met hem spreken. Dus ga allemaal, dat staat ook heel vet, achter mij staan. Dus ga allemaal 10 blokken achter mij staan, oké? Alsjeblieft, doe dat even. 10 blokken achter mij staan. Dat staat heel cool. Oh my god, deze auto. Oké, ik ben veel te zenuwachtig. Moeten we dit doen? We gaan hem vermoorden. Is er een agent hier? Hoppatee, met pistool in mijn hand. Het moet hier ergens zijn. Wacht, oh nee, het is deze kant op. Het is deze kant op. Dus Sam denkt dat hij een afspraak heeft met iemand. Maar... dat ben ik. Alleen dat weet hij niet. Oh my god, jongens. Knal keihard op het luide heb je hoog. Hierboven zie ik de lijkaantallen. K-
We kunnen makkelijk naar de 200 likes. Nee, het is wel die kant op. Zijn hier überhaupt... Oké, okay, hebben we dat afgesproken dat jullie 10 blokken achter mij gaan staan? Oké. Oké, gaan we dat doen. Dat is de afspraak, jongens. Jullie zijn ultieme bazen. Oké. Hier is het ergens. Wie wilt er met mij trouwen, trouwens? Dat kan hier. Wie wilt met mij trouwen? Wie wilt met mij trouwen? Niemand? Oké. Doen we voor de volgende stream. Ik, zegt iemand. Doen we de volgende keer. Oh, er zijn al mensen die hem hebben gespot. Ja, Sam is daar. Jongens, ga er niet naartoe. Ga achter mij staan. Achter mij staan. Achter mij staan. Ah, oké. Nee. Oké. Sam. Hallo. Kijk eens wat ik heb meegenomen. Wat doe jij hier nou? Ja, ik had die afspraak gemaakt. Hahaha. Of was dat iemand anders? Hahaha. Oké, ik hou mijn pistool niet in mijn hand. Want anders gaat hij sowieso wegvluchten. Jongens, Myrthe, ben jij er ook? Ja, ik ben er ook. Oké. Je hebt een klein probleempje, inderdaad, Sam. Jij, moet je kijken dan. Moet je kijken dan, mensen. Ik had het kunnen weten, ja. Nou, vertel. Waarom heb je mij aangegeven bij de politie? Of wat je de politie kan noemen. Ik schrijf het verkeerd, maar het maakt niet uit. Want het was niet echt de politie. Die politie werkte voor hem. Jongens, moet je kijken dan wat voor cirkel we om hem heen staan. Wat cool. 213 kijkers, jullie zijn bazen. Makkelijk naar de 200 likes. Makkelijk. Oh my god. Wat heb je te zeggen? Ik was wel een beetje klaar met al dat illegale waar jij mee in sleurde. Dus ik gaf je aan. Ah, en dat los je zo op. En dat los je zo op. Dat is natuurlijk niet netjes. Dat is natuurlijk niet netjes, hè? Zeker netjes. Nee. Nou. En vertel. Dat waren geen agenten, toch? Want ze... Brachten mij niet naar het politiebureau. En... Ze namen mijn spullen in. Ze hebben mij opgesloten in een kelder. Niet in een cel. Ze hadden gewoon een agentenpakje aan, ja. Maar ze zijn corrupt. Ze werken voor jou. Ze werken voor jou. Die agenten werken voor jou, Sam. Ik heb zo de neiging om nu mijn pistool te pakken, maar dat doen we zo. Dus ja, lijkt me duidelijk wat ze zijn. Inderdaad, corrupt. Ze zijn corrupt. Ze horen bij jou. Ze horen bij jou. Of niet. Dat kan niet anders. Nee, ik ben niet dyslexisch. Ja, oh. Iemand slaat mij met een wapenstok. Girantje. Ik kan jou ook gewoon. Ik kan er... Kijk uit dat ik ook een mes heb hoor, girantje. Wat zegt Sam? Dus ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ik heb zo mijn dingetje op orde, ja. Oftewel, hij geeft antwoord op ze horen bij jou of niet. Ik heb zo mijn dingetje op orde, ja. Jongens, ik denk dat we zo meteen... toch maar mijn pistool gaan pakken. Sam, kijk eens wat ik heb. En deze is niet fake. Hij is echt. Ik kan je hier gewoon zo mee doodschieten. Zeven kogels. En ik zou jou nu kunnen schieten als ik dat moet. Vertel. Wat zijn jouw laatste woorden? Vertel, wat zijn jouw laatste woorden, Sam? Vertel dat eens even. Wat zijn jouw laatste woorden? Ik wil graag mijn moeder en vader bedanken en Marnik en Oja.
Ook de politie. Politie? Politie, wat? Zijn die... Er zijn die agenten! Wat? Nee jongens, ga allemaal aan de kant! Allemaal aan de kant! Ik moet Sam schieten! Ik moet Sam schieten! Allemaal aan de kant jongens! Ik wil niet jullie schieten! Oh mijn god! Oh mijn god! Werkt überhaupt niet deze pistool? Kom op, er staat iets in de chat! Waar is Sam? Daar! Ik moet hem schieten! Nee, ga aan de kant! Ga aan de kant, anders schiet ik jullie! Anders schiet ik jullie, ik heb al 2 kogels gemist! Nee, ga aan de kant! Hoe werkt deze pistool? Ik heb ook een mes. Waarom? Hoeveel agenten zijn het wel niet? Ze vluchten! Nee, nee, nee! Ik ga mijn mes gebruiken, ik ga mijn mes gebruiken. Hoeveel Dura staat hierop? We gaan erachterna, we gaan erachterna! Die agenten werken echt voor hem! Nee joh, dit meen je! Dit meen je! Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op! Pakken, 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 pakken! Ja! Ja, ja, ja! Ja! Ik heb nog 3 kogels! Of werkt deze pistool niet? Ik weet het niet. Daar. Oh nee, ik miste. Ik moet echt even wennen met de... Ik had het beter moeten voorbereiden. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Nee, ik raak iemand anders. Ik heb nog 1 kogel. Oh nee, heb ik die oprecht gemist? Nee toch. Waar zijn ze? Waar zijn ze? Waar zijn ze? Hier? Ja! Nee! Oké, ik heb nog... Hoeveel duren staat hierop? 1. Maar we gaan hem gebruiken. We gaan hem gebruiken. Waar is hij? Waar is Sam? Hier. Waar is... Hier! Nee, die agent staat ervoor! Die agent staat ervoor! Hier! Nee! Ik heb hem nog. Ik heb er nog 1. Ik kan nog 1 keer slaan. Oh my god, die Sam heeft zoveel geluk dat die pistool niet werkt. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op! Pak hem! Out of ammo. Ik heb geen ammo meer. Nee! Ik heb nog 1 slag met mijn mes. Die wil ik opmaken. Ik wil hem laten zien dat hij niet met mij moet kloten. Hoeveel agenten zijn het wel niet? Nee, ze slaan me er vanaf. Ze slaan me er vanaf. En ik heb ook geen bivakmuts op. Dus die agenten gaan mij zo... Die agenten zijn volgens mij helemaal niet agent, of wel? Ik weet het niet. Weet je wat? Sam die vlucht nu toch. Ik moet een agent dan slaan. Ik moet dan een agent proberen te slaan. Ik sla dan maar gewoon een agent. Nee, ze vluchten. Ze vluchten deze kant op. Oké, we gaan erachterna. We gaan erachterna. We gaan erachterna. We gaan erachterna. Oh my god, hoeveel mensen zijn jullie? Er zijn er zoveel mensen. Mijn laatste slag. Gewoon op een agent. Nee, op Sam. Beter. Oké, hoppakee. Ik kan nu niks meer. Ik kan echt niks meer. Er zijn superveel agenten met wapens. Ik kan niks meer. Ik heb geen wapen. Ik heb een wapen zonder ammo. Dit rotwapen deed het verschrikkelijk slecht. Of ik weet niet. Of hij deed het wel, of ik moet er echt even mee wennen of zo. Volgens mij deed hij het wel, maar hij deed het niet zoals ik was gewend. Oh, er staat een agent. Ik moet die wegwezen. De agenten kunnen me gewoon nog oppakken, hè? Onthoud dat, Kevin. Onthoud dat. Nee, joh. Waar is Mirte? Achter je. Oh. Mirte, het is niet gelukt. Die kogels van jouw geweer, die zijn verschrikkelijk. Nou, ik had dit even moeten leren. Weet je wat we moeten doen de volgende keer? Of misschien dat we dat nu nog kunnen doen. Is ergens anders kogels kopen? Bij iemand anders. Heb jij nog kogels of niet? Nee. We moeten ergens anders kogels proberen te... Dus iedereen stond ervoor. Maar echt. De volgende keer moeten we dit slimmer aanpakken. Ja, dat zeker. We moeten meer kogels hebben. En we moeten... meerdere wapens hebben. En dat jij ook een wapen hebt. En dat bijvoorbeeld hij een wapen heeft. Dat hij mij kan helpen. ADHD power. Dat soort mensen. We moeten meer mensen die mij kunnen helpen. Oké, we moeten dit volgende keer beter fixen. Dus een lucky bag kan ik nog steeds niet openen. Oh my god, wat een pech. Jongens, hij ging die kant op. We kunnen alsnog naar hem toe proberen. Gigantje zegt ik doe mee. Oh, wat een rotgun. Ligt het aan mij of deed deze gun het gewoon niet? Of deed hij het wel? Hij deed het wel. Ja? Ja. Hij deed het waarschijnlijk wel, maar ik miste gewoon alles omdat al die mensen ervoor stonden. Dat betekent wel dat jullie baas zijn en dat jullie gewoon opkomen op Mytopia. Omdat Mytopia nu gratis is. Jullie zijn baas, echt waar. Like natuurlijk zeker nog even. Laten we gaan naar die 200 likes. Kom op, moet makkelijk lukken toch? Dus like even. En we gaan sowieso hem terugpakken. We gaan hem sowieso terugpakken. Dus
abonneer en klik op het belletje om op de hoogte te blijven. Sowieso voor volgende week. We gaan hem sowieso volgende week vermoorden. Ik wil dat ik hem volgende week vermoord heb. En dat we hiermee klaar zijn. Ik ben in, Kevin. Ja, wil je mij helpen, ADHD Power? Dan doen we dat. Hebben we dat afgesproken? Oké, top. Top. Oké. Oh, ik krijg ook een drankie. Vitamine water, speed. Oh, dankjewel. Oh, die kan ik gebruiken voor de volgende keer. Dankjewel, Gerantje. Weet je wat we kunnen doen? We kunnen even kijken wat we met deze Epic Tokens kunnen kopen. Misschien kunnen we wel hier iets met bescherming mee kopen voor mijn mensen. We kunnen wel weer een gang maken of zo. Een groep mensen die mij kunnen gaan helpen. En dan gaan we wapens allemaal kopen. Ja, dat is wat we gaan doen. We gaan allemaal wapens kopen. Allemaal kledingstukken voor mensen die hier aan mee willen doen. Misschien willen jullie wel hier aan meedoen om Sam te kunnen op te pakken. Want je ziet het wel. Sam heeft het toegegeven dat agenten voor hem werken. Ik vind het maar een vies mannetje. Dit zijn toch wel hele coole setjes, hoor. 9 Lucky Shards. Oh, dat kost Lucky Shards. Oh. We moeten maar iets gaan kopen. Wat is dit? 1 Legend. En 5 Epic. Oh. Dat kost 5 Epic. Nou ja, oké. Of niet? 5 Epic per deel. Oh, dat is best veel. Maar goed, we hebben iets in ieder geval een verzameling. We hebben op zich wel wat geld. En wat ik moet bijzeggen is dat er binnenkort... Ik mag het eigenlijk niet keihard opzeggen, maar ik ga merch krijgen in-game, in mijn Topia. Dus er komt een fabriek met een machine en daaronder misschien wel een kelder met een balie waar ik dingen kan verkopen. En waar ik illegale dingen kan verkopen en misschien wel een gangbase. Dus jongens, we gaan hem aanpakken. Inderdaad, ADHD Power, we gaan hem pakken. Jongens, we zijn met massale mensen aangekomen hier in mijn Topia. Ik heb ook een autostoel. Iemand die deze autostoel wil kopen? Iemand? Geef een bot. Ik heb geld nodig. Zodat we Sam kunnen aanpakken. Is Sam überhaupt nog online? Ja. Ja, we kunnen hem nog opzoeken. Maar het heeft vrij weinig zin. Want ik heb geen kogels. En dat is ook een nepgeweer. En misschien... kunnen we ook wel een bankoverval doen. Want we hebben geld nodig, toch? Voor iedereen, jullie kunnen natuurlijk allemaal weer naar me toe komen. Ik ben in Gredo online, dus kom lekker allemaal online. Bijna de 150 likes, nog 3 likes. Moet makkelijk kunnen, jongens. Jullie zijn bazen, echt waar. Dat geeft me weer motivatie om vaker te streamen. Oh mijn god, we gaan Sam Kaart terugpakken. En elke agent gaan we terugpakken die voor hem werkt. We kunnen dit zo mooi overvallen een keer. Staan jullie daarvoor in om deze bank ineens een keer te overvallen, zodat we eens een keer... wat meer geld hebben, zodat we jullie allemaal, alle kijkers die nu kijken, die Mytopia spelen, die hier allemaal staan, een geweer kunnen geven. En dan Sam allemaal kunnen aanpakken. En dat we één grootste gang krijgen, nog groter dan Potgrond. Dan zijn we veel sterker dan Potgrond. Jachtseizoen komt morgen ook weer online. Maar nee, dit is niet de outro, want we gaan nog lekker live. Maar ik ben er wel een beetje klaar mee. Met dat gedoe van Kevin... Je bent zwakker dan Potgrond, Kiffin. Je bent zwakker dan Sam. Nee, dat ben ik helemaal niet. En dat hebben we zojuist bewezen met jullie kijkers. Hoeveel mensen die zijn. Het enige wat we nog nodig hebben zijn een aantal voorbereidingen. Dat is het enige. Wat logisch is, want ik heb nog nooit met zo'n wapen geschoten. Volgende keer hebben we meer kogels. Volgende keer hebben we meer loot. Kleding voor mensen die meedoen. We gaan meerdere gasten hebben die mee kunnen doen. Net als Myrthe. En dan gaan we er iets van maken. Dan gaan we ze vermoorden. Iedereen. Nou, niet iedereen, maar de mensen die ons tegenzitten. Jachtseizoen, inderdaad. Morgen wil jachtseizoen online, jongens. Wie heeft daar zin in? Ik wel. Stiekem. We gaan iedereen keihard pakken. Het gaat super tof worden. We worden sterker dan Potgrond. We worden sterker dan iedereen. We worden sterker dan David. Dus David. We worden sterker dan Marnik. Dat is niet heel moeilijk. Dat zijn we sowieso al. En we worden sterker dan iedereen. Toch, Myrthe? Ik ben toch veel sterker dan Marnik. Ja, zeker. Ja, dat dacht ik. Ik had eigenlijk verwacht dat je zou zeggen nee, want Sam zou dat wel zeggen. Sam zou zeggen, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, we gaan Sam kaart terugpakken, jongens. Kom op, jongens, we hebben 150 likes. Jullie zijn baas. Laten we met z'n allen een namenrondje doen. Zet allemaal je naam in de chat. Ik kan het niet allemaal opnoemen, maar het is wel cool om eens een keer iedereen in de chat te zien typen. Dus doe dat zeker even. Ga op je eigen server. Ja, dat kan ook. Ja, binnenkort komt er sowieso een nieuwe game mode, dus dan ga ik het sowieso doen. Maar vandaag... doe ik het even niet. Ik ga sowieso nog een opname doen op mijn server. Deze week. Dus die komt sowieso online nog.
Jeremy. Serena, Senne, Nathan, Alex, Emily, Senne. Ik zie heel veel namen. Nathan, de 4Gamers. Louise, super tof dat je kijkt, de 4Gamers. Senne, jij mag ook mee lekker meedoen hoor, de 4Gamers. Sebastiaan, kan jij mij helpen met mijn lucky goodie bag waar misschien wel een goldcoin in zit, zodat ik heel rijk kan worden en wapens kan kopen. Maar die wil niet open gaan. Hij wil gewoon niet open gaan. Vertel me niet waarom. We worden echt rijk, jongens. Trouwens, als jullie eens een keer Stefan zijn stream kijken of zo, of zijn video, spam dan even onder zijn stream. Kevin gaat je verslaan. Kevin gaat je verslaan. Kevin is veel sterker dan jij. Kevin gaat je pakken. Zet dat in zijn chat dan, ergens. Laat hem lekker geïrriteerd, want we gaan hem ook pakken. Want Stefan heeft mij ook eens een keer verraden. Dat weet ik nog wel. Dus die gaan we ook terugpakken. Of misschien is hij nu ook wel veranderd. Dat kan ook. Misschien kunnen we ook wel bevriend raken met Stefan, hè? Dat kan ook, dat hij ons gaat helpen. Dat kan ook. Dat kan ook. En Sampie op deze mooie slee. Hij doet geen streams. Nee, klopt. Heel erg bedankt voor je abonnee, Game Mevrouw. Ja, abonneer natuurlijk zeker even massaal als je niet meer wilt missen. En ook bij de gang wilt horen. Bij de groep. Want anders dan kan je niet online komen als ik ook live ben. En dan kan je ook niet met mij mee helpen om Sam te vermoorden. Dus doe dat zeker even. Anders dan ja, ben je daar volgende keer niet bij. Omdat je niet weet dat ik live ben. Dus abonneer en like. En maar ja, het belangrijkste is gewoon abonneren. En op het belletje klikken. Want dan krijg je een melding. Zo. Zo doe je dat. Hè? Ideaal hè, zo'n animatie. Heel makkelijk. En Mirte, ik wil je heel erg bedanken voor de Desert Eagle nog. Ik betaal je heel snel terug. Ik heb op dit moment ook wel wat geld, maar ik denk dat het niet genoeg is. Maar ik heb nog wel wat geld ergens anders. Ik heb trouwens wel een plot in de Kaap. Zullen we anders daar naartoe gaan? Ik heb een plot in de Kaap en dat wil ik wel even laten zien. Daar komt de fabriek op. En daar komt ook merch. Wie gaan allemaal mijn merch kopen eigenlijk? Ga jij mijn merch kopen, Mirte? Zeker. Er komt namelijk mijn merch in game. Gaan jullie dat kopen in Mindtopia als het zover is? Als ik mijn fabriek heb en mijn machine? Zet het even in de YouTube-chat. Dan gaan wij nu even naar de Kaap toe. Hoe komen we daar? Oh, daar is die kant op. Jullie mogen allemaal meekomen. Het is niet een heel... Het is eigenlijk best wel vlakbij... Greydale Portal, volgens mij. Ja, best wel. Dus ik heb best wel een mooi plot gekocht. Ik laat het jullie helemaal zien. En daar komt ook misschien wel een gangbase op. Kunnen we ook doen. Gaat super tof worden. Gewoon lekker met een gun op straat lopen. Kan gewoon... Nou, ik doe hem nu wel weer uit mijn hand, anders heb ik straks echt een probleem. Hier, staflid. Grapje. Oké. Zeer error, ik was Sam vermoorden. Nou, we willen allemaal Sam vermoorden, want dat hij ons heeft verraden. Ja, deze kant op. Oké. Waarom ga je Sam vermoorden? Oké, voor de mensen die het nog niet weten. Sam heeft mij verraden. Aan de agenten. Koelkast loopt hier. Daar moet ik voor oppassen. Want die hoort daar ook bij Sam. Namelijk, er zijn corrupte agenten hier in de Kaap. Maar ook blijkbaar in Greydale. Heel veel in Greydale. En die... ik moet even zien, waar moet ik naartoe? Die werken voor Sam. En die beschermen Sam. En laatst heeft Sam mij ineens verraden aan de politie. Dat ik illegale dingen doe. Maar het grappige is dat Sam dat altijd met mij samen heeft gedaan. Oftewel, hij verraadt zichzelf ook. Maar als ik zeg tegen de agenten van, ja, maar Sam, die heeft ook gewoon meegeholpen. Dan zeggen de agenten, ja, dat boeit ons niks. Dus die agenten werken voor Sam. Ja, loser. Jij bent een loser met je kip, Kenny. Doei, Kevin. Oh, ik moet huiswerk maken. Geen probleem, je kan altijd de stream terugkijken. En ik ben elke zondag dus om 7 uur live, zo te zien. Vonden jullie dat heel tof? Ik ben zijn vader. Wie is zijn vader? Dance Girl, yes, ik kom een andere keer online voor een video. Dus dan kan het. Dit is het plot. Dit is het. Ik heb een boekje met topfruit. Topfruit in Greydale. Super tof. Dit is mijn plot. Hoe vinden jullie deze? Hoe vinden jullie dit plotje? Is dit groot of is dit klein? Vinden jullie dit mooi plotje? Mooi bij de portal van downtown. Het is super vlak bij de politiebureau. Dus heel veel politieagenten gaat niet eens doorhebben dat ik hier illegale dingen doe.
En natuurlijk mijn eigen merchfabriek heb. Dus hier, mooi, kapot groot. Hier gaat alles komen. Een fabriek alles. Een balie waar jij dingen kan kopen qua merch. Dus dat gaat heel tof worden. Hé, hey, serieus, een mooie hoedje heb je. Of een mooie masker. Cool, hè? Alleen gaat deze plot er wel van last van hebben. Want dan staat hier een gebouw en dan moet je een beetje dit padje volgen. Oh, wel mooi. Oh, deze gast heeft wel een heel mooi... Oh, alles is hier gewoon open. Oké. Okay. Oh. Er is hier gewoon niks. Oké. Okay. Van wie is dit? Serial game. Don't fuck with them or you will die. Ja. Yo, dit is wel groot, man. Maar zoiets ga ik dus ook krijgen. Heel erg bedankt voor je abonneren, Jasmijntje. Jij bent, hoort nu ook bij de gang. Super tof. Dus abonneer. 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 Zou ik super tof vinden. Ik wil er wel werken. Dat kunnen we ook doen. We kunnen ook een paar mensen aannemen. Maar dit is dus het plot. Hier gaat binnenkort alles komen. En hier is het politiebureau. Bam, bam, bam. Als ik nu nog kogels had, had ik alles geschoten op dit politiebureau. Echt waar. Met alle liefde. Maar ja, niet elke agent is natuurlijk corrupt, hè? Laten we dat duidelijk zijn. Het zijn maar een aantal agenten die corrupt zijn. Niet al elke. Dus dat is wel het lastige. Die is wel corrupt. Die koelkast is corrupt. Oké, okay, oké, okay, we hebben een heel klein probleempje op dit moment. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We hebben een heel klein probleempje op dit moment. We hebben een heel klein probleempje op dit moment. Oh, hier kan ik heel goed verstoppen. Hier kan ik heel goed verstoppen. We hebben een heel groot probleem op ineens. Er is ineens een agent daar. Heel erg bedankt voor je abonnee, Irene. Super tof dat jij er ook bij hoort nu. Die koelkast is wel corrupt, dat weet ik zeker. Kan ik hier überhaupt uitkomen als ik hierin zit? Ik weet het niet. Komen we... Hoe? Komen we gauw genoeg achter? Waar... Zie ik hem nog ergens? Ja. Is hij weg, Mirte? Ja. Oké, okay, tof. Dan gaan we naar boven komen. Oh. 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 Zitten we nou echt vast? Zitten we nou echt vast hier? Nee, toch? Hoe komen we hier weg? Ik ga toch niet zeggen dat we hier vast komen te zitten? Dat zou wel heel naar zijn. Oeps. Oh, nee. Oh, nee. Misschien kunnen we hier naar boven. Ja, iedereen zit kaart te lachen. Ik ben geabonneerd. Super tof, Sherina. Niet iedereen komt in beeld omdat je het misschien niet op openbaar hebt staan. Dus ja. Maar abonneer. Oh, nee. Oh, nee! We zitten volgens mij echt vast. Nee, toch? Als hier die agent komt... Zie jij een uitweg, Mirte? Nee. Je kan eruit vliegen, wordt tegen mij gezegd. Oh. Oh, koelkast is daar. Buk, 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 buk. Koelkast is... Oh, hij ziet mij. Kijk uit. Of ik schiet. Kijk uit of ik schiet. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Ik schiet echt hoor. Hij is niet bang. Blijkbaar. Oké, okay, maar nu hebben we wel een groot probleem. Want ik heb geen bivak met ze opgedaan de hele tijd. Dus misschien zit er trouwens wel een echte agent tussen. Die me wel probeert aan te houden. Op een gegeven moment. Dus ik moet wel echt op mijn hoede zijn. Als je helemaal boven op het schip komt, ga je eruit vliegen. Even zien. Ja, hier. Hier naar boven. Nee, we komen niet vast te zitten. Sowieso niet. We gaan... Dat komt goed. Hier. Hier naar boven. Hier naar boven. Ja, let's go. We hebben een uitgang gevonden. Of niet? Nee! Oh, nee. Dit meen je. Dit meen je, dit gaat toch nooit lukken? Misschien kunnen we op zo'n reling. Wacht, ik ga het wel proberen. Let's go. Let's do this. Ja. Het lukt je. Het lukt je, ik heb een naam. Het lukt je. Aad is het ook gelukt. Het lukt je. Ja, bam, lekker. En die andere? Die blijft achter. Oké, okay, je mag heus wel blijven als je wilt hoor.
Hier, deze kant op, deze kant op. Ja, ik heb 1k, wil je dat? Ja, heel graag. Stop dat anders in die brievenbus, mijn nieuwe plot. Want ik heb eigenlijk heel weinig geld. Dus als jullie een donatie hebben, zou ik dat super tof vinden. Dat kan... Hoe komen we hier nou weg? Oké, we moeten deze kant op. Als jullie dat willen doen, dat zou wel heel super tof zijn. Dan kan ik het betalen. Serieus Hendrik, YouTube, super toffe naam heb je op YouTube nu. Maar dan kan je dat in de plot gooien daar. Oh nee. Oh hier, daar kan je naar binnen. Wat is dit dan weer? Oh nee! Kak. Oké. Oh, ik kan trouwens gewoon eens het laddertjes openen. Hey, komen jullie? Kom, kom, kom. 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 Kom hier naar binnen. Jongens, laten we voor de 200 likes gaan. Het moet toch makkelijk kunnen? Kom op, like over allemaal. Zeker even. Even smash op dat blauwe duimpje hoog. Even dat duimpje. Even dat sappige duimpje inklikken. Dat zou wel heel grappig zijn. Wat is dit allemaal? Wel, allemaal gekke dingen hoor, zijn er gebeurd. Oh. Oh. En nu zitten jullie vast. Nee, kom maar. Kom maar, Aad. Aad, kom, kom. Straks komt die politieagent terug. Kom. Kom, Aad. Ik moet gaan later. Yo, thanks. Dankjewel. Ik zie je volgende week sowieso. Maar misschien kan ik ook wel vaker live gaan. Bijvoorbeeld op een dinsdagavond. Dat kan misschien. In plaats van een video of zo. Maandagavond. Of nee, woensdagavond. Koelskast is daar. Kom, we gaan weg. Ik ga het even aanwijzen voor jullie. Als jullie een donatie hebben in Mindtopia, dan kijk ik even de 4 Gamers aan. Want de 4 Gamers is een hele rijke persoon in Mindtopia, hè? De 4 Gamers. Ga dan even naar dit brievenbusje toe. De 4 Gamers. Of mensen die een donatie hebben. En stop dat even in dit brievenbusje, oké? Dus als je kijkt. Ik kijk de volgende livestream. Of de volgende keer. Of wat dan ook. Misschien straks aan het einde van de livestream nog even. Wat hierin zit. En sowieso dan volgende week. Of tijdens een video die dan aan de komende week online komt. Wat voor donatie jullie hebben. Doe alsjeblieft wel geld ofzo. Of iets wat waard is van geld. In plaats van al dat eten. Derps. Want. Dan kan ik dat gebruiken in dit plotje. En dat zou heel, heel top zijn. En als je nou, ja, dat zou wel heel cool zijn. En dan kan je volgende week zeggen tijdens de livestream wat van jou is. Dan kan ik je jou dat geven. Zou cool zijn. Ja. Nou, dat is. Dat is. Nou, bijna de 200 likes. Het moet echt makkelijk kunnen, toch? Moet makkelijk kunnen. Maar goed, kom. Laten we deze kant op gaan, jongen. Oké, iedereen is kwijt. Oké. Even rust. Even tot zen komen. Even lekker rust. Even dat niemand achter kanaan zit. Waar is dat huisje van... Of potgrond hun, ja, villa, zeg maar. Of nee, villa, maar meer hun fabriek. Misschien kunnen we daar wel binnenstormen. Zo, er zijn ook veel mensen online in de Kaap, trouwens. Ik ga sowieso eindigen in de Grey Deal, dus we gaan nog niet stoppen. Ik heb iets in mijn oog, dat is heel naar. Ja, dat is heel naar. Oké, kom deze kant op, jongens. 167 likes, dat staat hierboven. Zien jullie dat? Dat mooie like daar? Dus like even zeker. Dat zou ik echt heel cool vinden als we de 200 likes nog kunnen aantikken. Dat was ook een beetje mijn doel. Dat moet toch makkelijk kunnen als we gewoon de 200 likes aan kunnen tikken. Oh nee. Nee, dat meen je. Mirte, ben ik nou echt zo'n noob? Ja. Ik mag hopen dat ik hier uit kan. Wat, van wie is dit? Ik van Kenny. Oh mijn god, ik ben ook heel toevallig in die van Kenny. Serieus beland? Ah, nee, ja. Nog maar 23 likes. Ah, moet makkelijk kunnen. Nee! Nee! Ik kan hier gewoon niet uit nu. Kenny? Oh, nee. Kak. Oké, en hoe gaan we dit nu doen dan? Oh! Kunnen naar binnen. Maar ik denk dat hij dat niet leuk vindt. Ik denk dat ik echt een probleem heb dan. Want dat is puur mijn... Dit zijn mijn perms. Dat mag ik niet gebruiken eigenlijk. Maar ja. Oké, weet je wat we kunnen doen? Dus vast wel manier... Vlieg over die poortjes. Kan dat? Ah! Oh, daar. Dat kan vast wel. Wacht. Maar we kunnen ook... we konden ook dit rechtdoor. Moet vast en zeker lukken. Oh. Ik kwam hier vandaan.
Jongens, stop. Kijk even naar die likes. We zijn er bijna. Hoe kom ik eruit? Ik ben zo noob, jongens. Maar ja, we zijn weer terug met de livestreams. Toen je erop sprong, wist ik het al. Ja, ja, het is echt verschrikkelijk, jongens. We zitten echt vast, volgens mij. Misschien dat ik wel een poortje ervoor kan openen. De prison. Die is hier natuurlijk ook. Een noob, zegt Prins Wilma. Het spijt me. Het spijt me, Kenny, dat ik mijn perms heb misbruikt. Het spijt me als je dit ziet. Het spijt me. Maar ik ben er wel uitgekomen. Het spijt me. Anders zat ik vast in Kenny's een dingetje. Dat wil ik ook niet. Een Joram, ja. Oh, jongens. We hebben al 183 likes. Cool. Wacht, VV, luister. Die Geraantje is ook wel boef, hoor. Want die had ook een wapenstok. Slimmer dan Marnik. Ben ik slimmer dan Marnik? Dankjewel. Dat vind ik heel lief. Dat vind ik heel lief. Maar ik wil even een bevestiging. Moet ik vaker live? Ja of nee? Zet het even in de chat. Want ik heb nu wel hier heel veel motivatie door gekregen. Dus zet het in de YouTube chat. Moet ik vaker live? Ja of nee? Doe het even allemaal zeker even. Dan kan ik even zien hoeveel mensen het willen dat ik vaker live ga. Elke zondagavond om 7 uur dus. En misschien ook wel elke zaterdag om 7 uur. Hé, hey, als je dat willen, zet het dan even in de chat met een ja. In de YouTube chat. Ik zie nu al best wel veel jas. Live is leuker dan video's. Cool. En dan gewoon mijn topia. Wat ik dan bijvoorbeeld nu doe. Wat ik dan bijvoorbeeld nu doe. Qua mijn topia. Zet dan. Als jullie mijn topia willen. Zet wat ik nu dan doe. Zet mijn topia dan in de chat. Want ik kan natuurlijk niet zien of jullie nou jas zeggen. Omdat ik vaker moet livestreamen. Of dat jullie mijn topia willen zien. Dus ik weet dat ik nu vaker ga livestreamen. Maar zet dan ook even mijn topia erbij. Als je dat leuk vindt. Als je dat vaker wilt zien. En als je dat ook echt vaker zou willen zien. Ja, Westcraft ook. Zerocraft sowieso. Wat zegt hij? Jij geeft mij jouw masker. Je krijgt mijn chopstick. Wil je dat? Nee. Wat? Fake mijn topia kan ook een keer. Ja. Maar mijn topia, real mijn topia. Ja, ja, ja. Ah, ik ben er wel mee eens, jongens. Zullen we dat doen? Ja, gaan we doen, jongens. Ik heb het beloofd. Pinky sfeer met jullie. Doe even pinky sfeer op mijn beeldscherm zo. Pinky sfeer, zo. Ik heb het zojuist afgesproken, jongens. Elke zondagavond sowieso. Om 7 uur. Dus zet het in je agenda. Elke zondagavond om 7 uur. En misschien zaterdagavond. Dus like en abonneer. En vergeet natuurlijk zeker niet dus even op het belletje te klikken. Want dan, hou je, dan ben je echt op de hoogte. Nou, mijn 4G is weer dood. Nou, Prins Woa, jongen. Ja. En trouwens, wat ik ga doen is de lid maken. Want je kan ook lid worden op mijn kanaal, volgens mij. Ja. Maar dat ga ik aanpassen. Ja, dat kan nog steeds wel. Maar er gaan meerdere opties komen dat je lid kan worden. Er zijn nieuwe instellingen bij YouTube. RT5 Alex, super tof dat je bent geabonneerd. Super tof dat jij er nu bij hoort. En dat je nu elke keer een melding krijgt als ik live ga. Bijna de 200 likes. Oh my god. We gaan daar even voor, jongens. Ik heb even zin in een leuk liedje, jongens. Ik heb even zin in een lekker liedje. Zo. We gaan even naar Gredel toe. We gaan even lekker naar Gredel toe. Hallo, ik ben nieuw. Pieter, super tof. Super tof. Vergeet ook even niet te abonneren als je dat dan niet bent. Als je het leuk vindt. Maar ik kan het ook wel terugzien. In mijn auto rijden. Ja, ik wil in je auto rijden. Ja. Ja. Naar. Mitchell, heel erg bedankt voor het abonneren. Jouw auto nu ook bij. Super tof. Ik moet gaan. No problem. Je kan het altijd terugzien. Is goed. Naar Gredel. Naar Gredel. En ik ben ook heel blij met mijn chatkleur nu. En ik heb natuurlijk een pistool. Je yeah, rijden jij! Sim is in de Kaap. Echt? Ja! Spannend. Hou je ogen dus altijd open. Je weet het nooit. En elke agent kan dus corrupt zijn. Maar sommige agenten zijn waarschijnlijk ook niet corrupt. Dat kan ook. Oh, trouwens. Ik wil nog even iets heel erg een dikke vette shout-out geven. Ik wil namelijk dit bedrijf. Rolfstone. Deze oortjes met Neo. Wil ik even een dikke vette shout-out geven. Want hun zijn echt bazen. Want hun oortjes, hun draadloze oortjes zijn echt geweldig. Ik ga je zo meteen uitleggen waarom.
Maar eerst gaan we naar Gradle toe. Dankjewel voor het ritje. Dankjewel voor het leuke ritje. Ik geef niet zometeen mod aan iemand. Zomaar. Oh, nee, we moeten niet naar het park toe. Oeh. Maar zijn er ook nog bedrijfjes open? We kunnen ook wel dingetjes kopen nog. Zo werkt met de op jou ook natuurlijk. Wat is dit? Gokken! Ja! Of niet? Gaan we gewoon even wild gokken? Ja, joh. Kan dat? Hoe werkt dit? Hoe werkt dit? Nou kijk, we kunnen ook wel eens een keer een casino overvallen. Dat kan ook. Dat zijn zoveel dingen wat we kunnen doen. Dus open neer. Ik klik op het belletje, want er zijn zoveel dingen. Nee! Je moet contact geld pinnen. Ah, oké. Dus je moet contact geld pinnen. Ik kom zo terug. Oké, we gaan eerst nog even iets gokken. Dan gaan we naar Gradle toe. Gokken is slecht, Kevin. Ja, dat is zeker waar, maar... Ik ga ook niet heel veel gokken, hoor. Jij bent leuker dan Marniker, dankjewel. Maar toch upload ik ook op een GameStat, hè? Ik heb net een PC, maar vrienden zeggen speel Mytopia. Dus ik ging op zoek en ik kwam op dit. Maar wat moet je eigenlijk doen op Mytopia? Mytopia is eigenlijk gewoon net als het echte leven. Je moet geld verdienen, een baantje zoeken... En gezellig met al deze mensen kan jij dus contact opnemen. Kan je gewoon een groepje mensen, vrienden, met je vrienden kan je spelen en een bedrijfje starten. Dat soort dingen allemaal. Is wel leuk. Ik zou zelf een bedrijfje starten in de Kaap of in Gradle. Of in Gradle, ja. Eén van de twee. En vertrouw nooit een of andere Sam the Survivor. Vertrouw die nooit. Want je kan ook gescamd worden. Wat doen we eigenlijk? We moeten hier helemaal niet naartoe. We moeten naar de pin. Waar is de pin? Oh, hier. En je kan ook wapens hebben en zo. Dat is Mytopia. En het is gratis. Dat is het allermooiste nog. Ik pak gewoon 2 keer 500. En wat 200. Dit gaan we gokken, meer of niet. En als jullie nog donaties hebben, zet het dan even... leg het dan lekker in mijn kist. Hier in de Kaap. Zou ook cool zijn. Zo, heb ik veel gemist? Ja, je hebt heel veel gemist. Ja. Maar ik denk dat het te veel is om uit te leggen. Maar we hebben Sam proberen te vermoorden. Dus check dat lekker. Je kan het straks allemaal terugzien. Nou, ik ben er. Bingo. Wanneer win ik? Wanneer win ik? Ik moet de pistool wel even neerleggen. Want anders hou ik die straks gericht op hem. En dan denkt hij dat ik hem ga overvallen. Dat moeten we ook niet hebben. En morgen is natuurlijk jachtseizoen online. Oh, dikke spam. Draaiklok, als je de goede kleur gokt. Als je de goede kleur gokt. Oh. Hoe doe ik dat? Je kiest tussen... Ja, groen, zwart of... Ja, en wanneer zie ik of ik heb gewonnen? Hoe kan je zien wanneer je hebt gewonnen? Ga lekker geld gokken, jongens. Nog maar 9 likes voor de 200... likes. Ja. Het doel. Dat moeten we makkelijk kunnen halen, toch, nu? Hier valt een blokje uit. Ah, er valt een blokje uit. Ah. Welke moet ik doen, jongens? Zet de kleur in de YouTube-chat. Zet een kleur in de YouTube-chat welke kleur ik moet gaan doen. Eerst 200 euro maar. Gaan we geld winnen? Of gaan we het zwart doen? Zet het... Groen. Ik snap het. Rood, ik zie groen. Rood, groen, zwart. Ja, ik zie heel veel groen. Groen. En de volgende keer doen we gewoon zwart, oké? Ik bedoel, ik heb genoeg geld nu. We hebben toch genoeg mensen. Het komt allemaal goed. Groen. Komt-ie. Ja! 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 We got the money. We hebben groen is het gewoon geworden, hè. Jullie zijn zulke bazen, hè.
Oké, nou, dan gaan we deze twee... gaan we er weer een inzetten, oh. En nu doen we zwart. En nu doen we zwart. Ja! Ja, het is ook echt zwart. We hebben oprecht zwart. Gaan we nu stoppen? Gaan we nu stoppen of gaan we nog door? Gaan we door stoppen of gaan we nu nog één keer rood? Gaan we nu stoppen of niet? Stoppen op je hoogtepunt, toch? Of niet? Nog één keer? Oké, nog één keer. Oké. Ik ga deze twee inzetten. Mag dit? Oh. Rood? Rood. 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 Ik ga echt lachen als het echt rood is, hè? Ik denk het niet. Dat zou wel echt geluk zijn. Wat is het? Nee, zwart! Ah, pech. Maar ja, ik heb geen verlies en ik heb geen winst. Ah, top. Ik ga er weer van... Nee, nog één keer. Nog één keer. Nog één keer. Nog één keer. Mag dat? Nog één keer 200 euro. Dan mis ik 200 euro. Nou, dat maakt niet uit. Wat moet nog één keer? Zou je nog groen, hè? Welke moeten we nu doen? Rood. Ja, ik zie geen kleuren in de chat. Ik zie heel veel groen. Rood. Geel. Zwart. Misschien is de kans nu wel groter dat er rood komt. Ik zie wel heel veel zwart. Zwart. Ik zeg zwart. Ik zie meer zwart dan rood. Ik ga naar jullie luisteren, hè. Het is wel rood. Ik zei het toch. Rood moet je doen. Maar ja, maakt niet uit. Nou goed. Nou goed. Ik doe nog één keer 500 euro. En dan ga ik ermee kappen. Zoveel geld is het ook weer niet. Rood. We gaan nu wel rood doen. Rood. We doen rood. 500 op rood. Rood, omdat ik een rode trui heb. Het maakt toch niet uit als we verliezen. Het maakt niet uit. Jij bent de beste YouTuber. Dankjewel. Het maakt toch niet uit. Ik bedoel, we hebben gewoon fun, toch? Ah! Had ik het toch maar wel gedaan, hè? Nou ja, GG. Ik kom wel een andere keer terug. Ah, boeien. We hebben nog 3 likes voor de 200. Laten we dat wel dan wel doen. Dat is wel leuk. Kijk, oh, ik krijg nog wel chocola en een lolly. Nou, dat vind ik wel top. Dat was het echt waard. Dat was het echt waard. Je bent een baas. Super tof. Jullie zijn ook bazen, jongens. 200 likes. Woehoe. Jullie zijn bazen. Huh, wat is dit? Oh, een helikopter. Met een armorstern erin. Hey. Hey allemaal, super tof dat jullie er zijn. Wil je straks afsluiten met minigames? Dat kan ook wel. Ik ga straks namelijk nog heel snel even jachtseizoen uploaden. Jachtseizoen komt namelijk weer online. Morgen. Om 4:15. Hebben jullie daar zin in? Ik wel hoor. Bij deze bent u aangehouden. Oh, dankjewel. Dat kan wel. We kunnen straks wel even leuk wat minigames doen. 201 likes. Weet je wat we gaan doen voor de 201 likes? Zet je naam in de chat. Dat is wel leuk. Anders weet ik... Ja, we kunnen ook wel eens een keer weer een giveaway doen. Maar dat moet ik dan even volgende week doen. Je hebt een beetje een accent. Heb ik een accent? Heb ik een accent? Myrthe, heb ik een accent? Beetje. Oh. Nou. Is dat iets positiefs of is dat niet iets positiefs? Ben ik wel iets positiefs? Oké. Okay. Nee, ik kom niet uit Overijssel. Ik zie Niels, Daan, Isabelle, Bowie. We gaan nog even snel naar Gredel toe. Marit, Shiri, Jan, Brent, Milan. Jullie zijn allemaal baas, hè? Bowie, Daan, Niels, Michilla, Brent, Milan, Sinan, Annelijn, Senne, Esme, Milan, Marit, Jan. Oh nee, daar komt de agent. Beter is hij niet corrupt. Nee, maar dit is waarschijnlijk... Deze cloudfight is dus waarschijnlijk ook echt niet corrupt. Of wel? Ik weet het niet. Denk het niet, want hij kijkt me niet echt aan. Dus het zijn echt best wel goede agenten, hoor. Sherina, Lars, Michelle, Pieter, Sydney, Lara, Krit, Seb, Sherina, Marit, Bas. Jongens, ik heb nog niet alle namen in beeld zien gaan.
als je bent geabonneerd. Dus abonneer. Abonneer. Want ik heb nog niet elke naam gezien. Abonneer. Doe het. Zou super tof zijn. Arlette, Milan, Seb, Luc, Raymond, Quinten, Seb, Michelle. Santos Q. Ja, dat was wel een agent die corrupt was. Oké, ik moet echt uitkijken. Annika. Kan ik nu eigenlijk mijn Lucky Goodie Bag al openen? Nee! Ik kan mijn Lucky Goodie Bag oprecht niet openen. Balen. Wel een beetje balen is dat. Wat moet ik nou met een Lucky Goodie Bag? Misschien kunnen we dat aangeven bij staf. Misschien Danny? Is Danny online? Nee. Gaming Vlog Wesley, kijk eens aan. Super bedankt. Mijn laser. Help me. Help me. Help me. Ik heb een Lucky Goodie Bag. Maar hij wil niet open gaan. Hij wil niet open gaan. Dat is het probleem. Dan moet je VV naar Danny. En waar is Danny? Oh nee! Die agent is hier, ja. Sanderske. Probeert hij mij oprecht nu aan te houden? Dat zou echt wel weer... Hoe gaat het? Goed, hoezo? Dat is die... Wat zei Melissa? Geen idee waar Danny is. Oké. Ik zal even voor je vragen. Ja. Ben live, Melissa. Dus het zou wel grappig zijn als ik hem kan openen. Want ik wil hem nog wel openen. Zou het nog wel leuk zijn als ik hem kan openen? Jij bent de beste YouTuber, Kevin, zegt Robert van Malsen. Jullie zijn de beste kijkers die ik me kan wensen, echt waar. Ja, we moeten naar Danny, maar Melissa regelt nu voor mij dat Danny dit weet. Danny, misschien dat het gebeurt... Die Santos, echt, ik vertrouw echt niet. Oh, ik dacht dat je pijn had gekregen met het rennen. Waarom houdt hij me niet aan? Ja, ik had wel een beetje pijn van het rennen. Ik had meer pijn van... Waarom komen er eens twee agenten bij? Ik vertrouw het niet. Je bent te gek. Ah, jongens, jullie zijn te gek. Gewoon de 200 likes. Weer wat toffe kijkers erbij met abonnees. Jullie zijn bazen, echt waar. We gaan gewoon richting de 14.000 abonnees. En dan naar de 15.000 abonnees. Ik moet hier blijven staan, omdat Melissa nu probeert... Danny probeert te regelen. Waar is Mirte eigenlijk? Mirte? Achter je. Ah, oké. Okay. Oh, iemand heeft die wiet in zijn hand. Oké. Okay. Hoe oud ben je? Onder de 20, denk ik. Ja, ik ben onder de 20. Ik ben 17. Bijna 18. Ik vertrouw die agenten zo niet, hè. Er zijn zoveel agenten. Ik vertrouw dat niet. Ik kan hem niet openen. Dan moet hij toch wel een goldcoin in zitten. Dit geeft gewoon geluk aan. Achter je. Ja! Danny is er! Danny! Mijn held. Mijn goodie bag wil niet open. Zo. Danny 06, meneer Siro, u heeft een probleem. Ja, mijn goodie bag wil niet open. Hij wil niet open. Zit vast een gold coin in. Zit vast een gold coin in. Loop u maar mee, meneer Siro. Ja, ik loop mee als het mogelijk is. Ja. Ja. Ik loop mee. We gaan mee met Danny. De PL van Mijntopia. En die gaat ons helpen. Er zit vast een dikke goldcoin in, hoor. Sowieso. Sowieso. Sowieso, jongens. Ik heb... Drop hem maar, AUB. Ja, ik heb echt... ja, dat is mijn papegaai, Aad. Oh.
kan ik hem nu openen? Ik ga het doen. Oké, jongens. Beter hebben we geluk. Nog steeds niet. Nog steeds niet. Nee. Oh. Weg Gonloos is hij. Maar hij gaat hem nu toch niet veranderen. Oké, hou die idee in de gaten, jongens. Straks zit hij wel een Goidcoin in. Nee, maar hij pakt een andere. Ja, maar jemig. Ik dacht dat daar zit de Goldcoin in, maar hij verplaatst hem nu. Nou, nou ja, oké, vooruit. En Boekie. Jetkleur Cyan, en wat heb ik nog meer? En weer twee Epic Economic Lobby Crates. Misschien kunnen we die de volgende keer weer openen. Ah, ja. Gelukt. Kan ik gelijk dingen aan je geven? Als Echo Crate en zo? Dan kan ik die gelijk openen in de stream. Dan kan ik die gelijk openen in de stream. Nou ja, tasje, daar staat sowieso Goldcoin in. Maar die moest ik inleveren helaas, die wou niet open. Helaas kan ik je die niet geven. Ah, maar wel bij wie dan? Bij wie moet ik dat inleveren? Oh. Weg Gonloos. Bij wie kan ik dat inleveren dan? Kijk eens, weten jullie dat? Mitte. Nee, ik heb geen idee. Hier, wacht. Dit boekje is uiteraard overdraagbaar. Oh, dit is een chatclub voor 14 dagen. We kunnen... Politie, ik heb een inbreker. Wat? Wow! Wow! Arresteer hem! Arresteer Absora! Geniaal. Nou, wie wil deze chatkleur Bolt Cyan? Cyan. Iemand mag deze hebben voor 14 dagen. Ik geef hem weg. Iedereen, kom online in Gradle als je dat nog niet bent. En kom hier naar de Unique. Ik ga hem gewoon droppen. En ik heb nog... Wat heb ik nog meer? Nog één. Oh, ik heb één voor 14 dagen en één voor 30 dagen. Dus als je die wil hebben, kom lekker hier online. Dan ga ik ze weggeven. En chatkleur geel. Voor 60 dagen. Ik ga ze allemaal weggeven. Ik ga ze allemaal wegdroppen hier. Ja, en ik... En welke... Hey, ik heb deze dubbel. Oké. En ik geef gewoon deze Mario chestplate weg. En deze lolly, alsjeblieft. Oké. Daar gaan we, de Mario chestplate. En nu even wachten tot de rest er is. Ik geef de andere toffe dingen later pas. Kom allemaal online, jongens. Ik ga ze weggeven. Oké. Ik heb die pistool ook nog gewoon mooi mee. Even zien, wat heb ik nog meer? Deze hou ik zelf. Top vooruit, die mogen jullie ook hebben. Iedereen denkt wel dat boekje is met die rank. Oké, kom! Iedereen, kom! Daar gaan we! Gaan we! Dit is de van 30 dagen. Hutsenfluts! Daar is hij! Van 30 dagen. Nou, we gaan wel vaker giveaways doen, hoor, jongens. 14 dagen, hier! Hier, poef! En de gele, 60 dagen. Kom snel lijn hier in Gradle. Een visje! Hey iedereen, hey Nicky, super tof dat je erbij bent. Echt al heel lang niet meer ben je erbij geweest. Nicky, onthoud dat ik elke zondagavond live ga om 7 uur. Onthoud dat, dat is wel gezellig. Daar gaan we, de gele! Naar rechts! Naar links! Naar rechts! Naar links! Naar rechts. Naar links. Shuffle Gamer, super tof dat je erbij bent. Er is gewoon iemand in de chat met 3 miljoen abonnees. Wow, yo. Shuffle Gamer, super tof dat je erbij bent. De gele chatkleur, boom. Weg Gonloos. Alles gegiveawayed. Jullie zijn bazen. Leuk dat je erbij bent, Shuffle.
druk leven. Ik ben meestal op zondag pas 8:30 thuis. Ah, ja. Nou ja, kan je altijd nog bij zijn, hè? Ben met de mammoet ook in bed. Ja, ik op dit moment ook. Kijk. Ga ik. Dit is mijn bed. Dit is mijn bed. Zo lig ik altijd in bed. Ik heb geen bed. Ik heb gewoon deze stoel. Dat is het enige wat ik heb. Dat is echt waar. Ik maak echt een geintje. Ik heb geen geld voor een bed. Ik heb gewoon alleen deze stoel en hier kan ik gewoon op liggen. Waar dacht je daarvan? Maar ik ga sowieso dit nog even uitleggen in een video. Deze oortjes. Want ik heb deze oortjes opgestuurd gekregen. Super cool van het bedrijf zelf. Want dit zijn echt hele coole oortjes. Want Apple heeft dus binnenkort of laatst nieuwe oortjes uitgebracht. Maar ja, jullie zijn gewoon bazen. Dat hebben jullie vandaag weer bewezen met hoeveel mensen hier staan. En hoeveel mensen mij hebben geholpen. En hebben op dat likeje hebben gedrukt. En die, nou ja, we hadden gewoon de 240 kijkers. Live. De eerste livestream weer op een zondagavond. Wat ik 2-3 weken niet meer live ben geweest. En ik, ja. Dus, ik wil jullie wel advies geven. Voor de mensen die denken van, nou ja, ik heb niet... Nou ja, ik heb niet te veel geld voor oortjes. Deze oortjes zijn op zich niet heel duur. €100 in plaats van €250 voor zo'n Apple oortje. En deze oortjes werken precies hetzelfde, ook draadloos. Dat zijn deze. Oh, moet ze wel open houden. Dat zijn deze. Het is heel simpel, je stopt ze gewoon in je oor. Ze verbinden automatisch met je telefoon als je ze één keer hebt laat verbinden. En voor de rest... Ze werken precies hetzelfde als Apple oortjes. Ze klinken precies hetzelfde bijna. Echt waar. Misschien zelfs nog deze wel beter. En je betaalt er gewoon veel minder voor. Dus zoek maar op deze. Voor de mensen die sporten of oortjes willen of wil gewoon met gebruiken. Rolfstone. Deze Neo. Rolfstone. Neo. Die zijn super dikke bazen. Ik krijg hier niet voor betaald. Dat kan ik jullie wel vertellen. Maar... Dit bedrijf is echt stikke vette shout naar hun. Voor het opsturen van deze oortjes. Dat wel. Dat heb ik wel gekregen. Ik ben gewoon eerlijk met jullie. Want ik ga zelf ook vaak sporten. En daarom vind ik deze dingen altijd heel handig. En ik spreek nu oprecht uit eerlijkheid. Ik heb nog een vriend van mij. Deze heeft deze ook geprobeerd. En die vindt ze ook super goed klinken. En die snapt ook helemaal niet waarom mensen Apple oortjes kopen of zo. Dus deze gewoon echt dikke vette shout naar hun. Ik kan ook wel van een linkje van hun bedrijf sturen. Nog een keer, ik krijg je dus niet voor betaald. Maar ik wil jullie gewoon advies geven. Nou, dit is het bedrijf. Linkje staat in de chat. Ik zou zeggen, kijk eens een keertje op internet. Hoe gaat het met iedereen? Gaat het goed? Hoe gaat het met jou? Deze stream was echt gigantisch vet. 210 likes gewoon. Iedereen moet abonneren op Serial Gamer. Super tof om te horen. Hier wil ook iemand schaatsen. Ik wil screen, zegt iemand. Gekke Fries. Aad, kom, we gaan schaatsen. Kom. Wil jij een screen? Wil hij een screen? Nee, dat wil Razer. Ik heb nog oortjes nodig. Nou ja, draadloze oortjes kan je dus daar kopen voor €100. In plaats van 250 voor Apple oortjes. Is ook nog een goedkopere versie van de Nova. Van die oortjes. Dit is de tweede versie, zeg maar. Je hebt ook deze. Wacht. Deze. Ik heb zoveel zin om straks even jachtseizoen te uploaden. Die komt morgen online. Ik ga nog even een slokje drinken doen. En dan gaan we weer aan de gang. Dan gaan we weer even aan de gang. Tot 9 uur. Zullen we tot 9 uur live gaan? Gekke Fries. We hebben gewoon 211 likes. Op de eerste livestream op een zondagavond. Terwijl ik het helemaal niet heb verteld in een video of zo. Alleen op Twitter. Nou ja. Ja. Ik heb er eigenlijk niks over te zeggen. Je bent gewoon bazen. En zo te zien vinden jullie mijn topia leuk en moet ik dit vaker gaan doen. Dus we doen het sowieso elke zondagavond en misschien wel elke zaterdagavond ook nu wel. Toch of niet?
Zijn jullie daarmee eens? Zet dan even een ja in de chat. Zijn jullie daarmee eens? Ondertussen dat ik aan het drinken was, is er maar één kijker weggegaan. Eén kijker is er maar weggegaan als ik aan het drinken ben. Normaal gesproken is dat veel meer. Dat bewijst ook alweer hoe groot de baas jullie zijn. Normaal gesproken zijn dat er 20 of zo. Ik maak geen geintje, hè. Als YouTuber, als je een minuut stil bent of je drinkt iets en je bent niet bezig met de game, dan gaan er 20 mensen weg. Nou, wel meer. Dus jullie zijn gewoon baas. Dit bewijst het maar weer. En we hebben gewoon de 216 likes. Nou, daar staat 15, maar... Daar op mijn scherm staat... dat kunnen jullie niet zien, maar het staat 216. Staat hier gewoon een auto geparkeerd. Ik ben mijn auto kwijt, hè. Ik ben oprecht mijn auto kwijt. Volgens mij heeft Sam die auto nog. Mitte, weet jij waar ik mijn auto heb gelaten? Nee. Ik weet ook niet. Volgens mij, ik ben hem echt al 2-3 maanden kwijt. Oh. Ik ben echt zo'n drijf, echt waar. Oh, hoe kan ik een auto kwijtraken? Echt waar. Echt wel verschrikkelijk. En ik had een helikopter. Die helikopter ben ik ook kwijt. Hoe kan ik nou een helikopter kwijtraken? Echt waar. Maar ja, we hebben er gewoon een pistool. Pam, 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 pam. Nou, gelukkig zag die agent dat niet. Iemand zegt, volg de Seergamer op Instagram. Nou, weet je dat ik daar ook een hele mooie animatie voor heb? Hier, kijk eens. Je bent een baas. Iets voor hun. Maar wisten jullie dat er zo net iemand in de chat was die bekender is dan Enzo Knol? Wist je dat, Myrthe? Nee. Nou, er zat dus zo net iemand in de chat die ik ken. Hele toffe gast. Waarschijnlijk kijkt hij niet meer, dus nu kan ik het even lekker over hem roddelen. En als hij wel kijkt, zal het mooi awkward zijn voor mij nu. Maar goed, die heeft dus meer abonnees dan Enzo Knol. En als hij dit hoort, je mag oprecht trots zijn, Shuffle. Mag oprecht trots zijn. Ja, je hebt het ook wel echt dik verdiend, baas. Hij heeft gewoon, die heeft gewoon 1 miljoen meer dan Enzo Knol. Ja. Echt. Ik maak echt een geitje, zoek maar op Shuffle Gamer. Dat is van Fortnite. Ja, van Fortnite Battle Royale, ja. Ja. Waarom zeg je dat wel niet of... Ja, zullen we maar minigames doen? Of gaan we nog op Mijntopia? Of gaan we nog lekker wat minigames doen? Eggwars, dat deden we de vorige keer ook tijdens livestream. Zullen we dat gewoon doen, Myrthe? Ja, is goed. Even als einde. En dan gaan we gewoon zo snel mogelijk weer naar Mijntopia. Sowieso morgen komt er weer iets van Mijntopia online. Om 4:15 komt... onthouden, 4:15. Ja, onthouden, 4:15. komt jachtseizoen online. En dat is ook super dikke support zit erop. Dan heb je altijd binnen een hele avond heb je 3.000-4.000 views. Robino, heel bedankt voor je abonnee. Super tof. Welke versie? 1.12.2. Sam is nog niet dood. Ik wou hem vermoorden. Maar dan moet je de streams terugkijken. De volgende keer moeten we het echt even beter voorbereiden. Met andere nieuwe pistolen. Die ik ga kopen. Een fabriek merch komt in game van mij. Nieuwe merchandise. En dat komt dus binnenkort in game. Die ga ik dus ook verkopen aan mensen hier in Mijntopia. En ja. Nou ja. Dat is. Laten we naar CubeCraft gaan of welke gaan we doen? Hypixel? Hypixel maar. Laten we maar Hypixel doen. Morgen moet ik naar school. Ja, ik denk dat iedereen morgen weer naar school moet. Als je niet naar school moet, dan heb je echt geluk. Bed Wars toch? Ja. En dan doe ik Party Create. Kan dat? Party Invite. Florisje. Ik heb Florisje in. Ik ga zoveel mogelijk mensen inviten, maar volgens mij kan dat niet iedereen, maar... hoe schrijf je Myrthe? Het was dit met de... XX Myrthe met 2 E's en 2 underscores. Nog één keer. XX Myrthe. 2 E's. Ja. En dan 2 keer underscore. Ja. Wie nog meer? Party
Ik heet Isa. Je bent niet online, Isa. Je moet wel in je moet wel natuurlijk online zijn. Is Isa al in online? Nee. Ik kan niet inloggen. Ah. P. Yarn. 1, 2, 3. Ja, we kunnen ook Murder straks spelen. Hamstertje. Ik heb geen school. Oh mijn god, heb je geluk. Oké, ja. Zo. Nou, join allemaal nu nog even. Ik ga misschien straks nog even wat mensen inviten. 220 likes, kom op jongens. 250? 230? Waar gaan we naartoe? Had ik echt niet totaal... Had ik het totaal niet verwacht van deze stream. Oké. Bed Wars zijn we nu. Niet nog meer. Nou. We gaan nu gewoon even naar de scene. Welke gaan we nu? Welke is het leukst om te spelen, Nirkte? Geen idee. Waar zitten de meeste spelers in? Deze. Bed Wars kan volgens mij nu niet. Jawel toch, of niet? Grote party waarschijnlijk. Oh. Oh, ja, ik zie het. Misschien solo wel. Oh nee, dat kan niet. Oh nee. Verdikkie. Kunnen we dan wel Murder Mystery doen? Ja. Dat denk ik wel. Murder Mystery. Wapenstilstand morgen? Nou, ik weet niet waar jij woont, maar... In Nederland hebben ze geen wapenstilstand, hoor. Double Up, Classic. Welke is het? Gewoon Classic, toch? Ja. Oh, er is iemand niet online. P. Kick, toch? P. Remove. Super cool. Tje. Zo. Gaan we. Oh. Ik invite jou ook nog wel, Cindy. P. Serial Cindy. Zo. Zit je erin? Ja. Top. Oh, wat een... Ik heb mijn Tobi op je touchpack nog aan. Dan moet ik even uitzetten. Ik zie allemaal schilderijen allemaal. Oké. Okay. Nu kan natuurlijk iedereen wel zien wat voor rol ik heb. Maar ja, maakt toch niet uit. Ik ben toch innocent. Maar als ik de moordenaar ben, dan ziet iedereen het wel. Maar ja, die kans is toch heel klein, denk ik. Die kans is altijd heel klein. Nee, dat is sowieso de moordenaar. Die komt op me af. Oh, nee. Nee! Ik vind het zo eng als iemand om afkomt. Ah! Ik vind dat zo eng. 3 gold. Ik heb maar 1. Nee! Nee, ik... Ik vind het eng. Oh, ik hoorde iemand... Myrthe, jij bent het sowieso. Je bent heel stil. Nee. Als het er een kijker is, dan ben ik sowieso de klos. Oh nee. Ik ben de murder, zegt iemand. Oeh, spannend. Nu moet ik je naam nog weten. Daar kan ik je op terugpakken. Oh, er liggen hier 2 doden. Oké. Die af zijn. Jongens, 222 likes. Gewoon naar de 230 likes. Hoe tof is dat? 9? Ik heb bijna 10 gold. Dan kan ik een bow krijgen. Ja, ik... Nee. Nou, hij is het niet, want hij vermoordt mensen niet. Hij stond de hele tijd bij mij. Oké. Okay. Hoeveel gold heb ik weer nodig voor extra pijl? Ik ben hier zo slecht in, hè? Wie is het? Als dit iemand is, zeg het even in de chat. Oké, okay, we hebben al gewonnen. Iemand heeft het al tegengehouden. En een paard! Oh, cool. Cool, we hebben gewonnen. GG.
Noem mijn naam en ik like. Nah. Oké, vooruit. Lucas Pastoor. Je kreeg te laat in feite, Noopie. Wat? Bij EGS? Oh nee, die zijn al in mijn party. Oké, nu is iedereen erbij. Ik was murder. Nou, je bent toch... Oh, wat ben ik nu? Oh, ik ben een detective. Dus oftewel, ik heb nu de boog, toch? Ik krijg zo een boog, toch? Of niet? Ja. Ik ben detective, boys. Heb ik dan ook al eindige kogels? Ja, toch? Voor mij wel. Ik heb zojuist zomaar net iemand vermoord. Het spijt me, Isa. Ik heb Isa vermoord. Het spijt me! Het was niet de bedoeling. Oké, er is hier een boog. Die kunnen jullie oppakken. Ja. Oh, het spijt me. Ik had gewoon de neiging om even gewoon lekker te schieten. Omdat ik gewoon die agressie nog had op Sam. Het spijt me. Het spijt me. Lachen. Oh. Nee, Mette, dat is de moordenaar. Achter je loopt. Met de roze skin. Nee, ze komt achter je aan. Kijk uit. Ja. Ze komt achter je aan. Kijk uit. Steeds? Ja, nog steeds. Vlekkeloos is ook in de chat. Super tof dat je erbij bent, vlekkeloos. Het gaat niet zo vlekkeloos met mij. Ik heb Sam niet kunnen vermoorden. Maar, vond ik je sowieso. Moet een vete voorbereid zijn. Ik weet wel dat ik sterker nog ben. Nee, Mitte! Nee, wat doe je? Waarom draaide je om? Weet ik niet. Jongen. Vlekkeloos, ben jij al geabonneerd en heb je al een likeje gegeven? Ja. Mooie headset, Kevin, ja. En ik heb een nieuwe stoel. Is ook wel lekker, hoor. Dit is mijn bed. Ik heb geen bed. Dit is mijn bed. Dit is mijn enige bed die ik heb. Wat voor headset is dit? Ja, moet ik nou echt gaan... Ja, wat is het eigenlijk? Het is van plastic. Het is een G. Het is een G633. Alsjeblieft. Ah, jongens. Morgen om 3:15. Jachtseizoen. En nu voelt het niet zo lekker, omdat ik nu mijn headset heb afgedaan. Nu moet ik weer wennen aan mijn headset, hoe die nu zit. Dacht, ik bescherm je, Kevin, en dan schiet je me neer. Ja, het spijt me. Het was niet de bedoeling. Ik weet niet waarom ik schoot eigenlijk, want ik wist van tevoren eigenlijk ook wel dat ik dan dood zou gaan, maar ja. Hey, vlekkeloos. Hey. Maar bij dat bed van jouw stoel, hè? Wat is er met mijn bed, mijn stoel? Iemand zegt, mag ik een screen? Ja, dat gaat moeilijk, hè, zo. Is het potje al voorbij? Leven nog mensen? Dit zijn nog geen mensen die toch... Die bij ons horen, toch? Volgens mij niet. Nee, dus dan kunnen we een nieuw potje starten. Play again. Deze livestream support was echt insane, jongens. Echt insane. Bijna de 230 likes, hè. Ik had het echt niet verwacht. Ik moet gaan doen. Het was een leuke stream. Dankjewel, Floris. Yo. Elke week zondag om 7 uur 19.00 ga ik live. En gaan we zulke toffe, spannende streams doen. Want ik voel het oprecht spannend, hè. Ik weet eigenlijk niet wat voor rol ik heb. Oh ja, ik ben gewoon innocent. Oké. Dat is wel de leukste rol, hoor. Met murder. Ja, dat kan niet. Oh, oké. Ik tril nog steeds van de spanning. Ja, vlekkeloos. Jullie ook? Nou, ik wel, hoor. Oh, hè? Oh, lol, dat is wel tof gemaakt. Oh, volgens mij zag ik nou dat hij een zwaard had? Is daar iemand vermoord? Dus er moet wel hier ergens iemand...
Ik vind het nu ook spannend, jongens, want er is hier zojuist iemand vermoord. Click to give up. Wat is dit? Wat gebeurt er als ik naar beneden ga? Mirtus de moordenaar! Mirtus de moordenaar! Mirtus de moordenaar! Mirtus de moordenaar! Ik zag je gewoon voor mijn neus, hè, lopen. Maar ik ben sloom ofzo. Ik heb slowness. Ik dacht al, waarom ben je zo stil? Mirtus de moordenaar. Zag je dat? Ik zie ineens iemand met een zwaard voor mijn neus. Nee! 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 Oh! Nee! 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 Nee, verdikkie! Nog één gold! Nog één gold! Kom op! Nog één gold! Ja! Waar ben je, Mirte? Waar ben je, Mirte? Ja, dat weet ik niet. Jawel, dat weet je wel. Nee. Je bent volgens mij aan het campen hier beneden. Ja! Ja, je bent vermoord! Mert is stout. Ik zag je echt voor. Je kan straks de stream terugkijken. Dat is wel grappig om te zien op dit punt. Want ik zag je oprecht. Ik ging hier naar beneden vallen. En ineens zag ik jou ineens voorbij me lopen. Echt super toevallig. Ja, dat was echt lachen. En trouwens, ik denk nu. Ik vind het ook wel grappig om even te zeggen. Maar even een dikke shout naar de mensen die natuurlijk een fan-account hebben. Dat vind ik ook heel cool altijd om te zien. Nou, laten we nog een paar potjes doen. Oh ja, er is natuurlijk iemand lijn. Kwartje. Remove. Floris. Je. Dat schrijf ik niet goed. Zo. P. Invite. Samurai. 001. Nou, als hij nog even accept, dan kunnen we. Kunnen we joinen. Kan ik nu meedoen? Ja hoor. Party invite, Joran, EGS. Zo, moet je wel accepteren. Ja, je hebt een heel mooi fanaccount, Brit EGS, ja. De best. Wie zei dat? Mag ik weten? De best. De best. 3-4. Ik kan dat niet vinden. En iemand wou meedoen die Mr. Stink 2006 gaat eten. Lekker Brit en Geers, ja. Nou, moet je wel snel joinen? Oké, en dan gaan we nu joinen! Succes nog allemaal, ik ben er weer vandoor. Yo, vlekkeloos! Ik heb eigenlijk ook wel zin naar de kerst. Wat ik trouwens ga doen in de kerst. Is misschien wel eens een keer een 24 uur livestream. Jelly the Little Fish. Waar is Jelly the Little Fish? Of tenminste een hele lange livestream ga ik doen. Sowieso 12 uur dan. Dus, abonneer. Dan mis je helemaal niks. Dan mis je helemaal niks. Wat ben ik eigenlijk ook weer innocent? Nou, oké. Helemaal top. Helemaal top. Oh, ik heb zoveel zin om straks jachtseizoen te uploaden. Ik upload die natuurlijk, maar ik... Oké. De moordenaar stond ineens voor mijn neus. Wat is dit? Ga ik nu dood? Oké, je moet niet in dat gat vallen. Ja, hoe moest ik nou weten dat dat een gat was met vol piranha's? Het is ook weer verschrikkelijk, hè? Ja, hoe schrijf je dat? Zo. Hoe moest ik dat nou weten dat... Ja, het ziet er wel eng uit, dat wel. Ja, ik sprong ook. Ja, het is zo verleidelijk op de sprong. Oeh, dit is wel cool gemaakt. Hé, hey, een dolfijntje. Cool. Lekker bezig, de Zeegamer, ja. Ja, ik ben heel goed bezig, hè? Vind je niet? Detail Burger Fan. Je bent niet online. Double up, is dat leuk?
de dubbel app, dat kunnen we zo ook wel doen. Return to lobby. Oh, er is nog wel iemand online. Oh. Oh, het spijt me. Er was nog iemand in game die ik nu heb verpest. Sorry, het spijt me. Nog 3 likes, jongens. Dan hebben we het gehaald. Double up. Is dat leuk? We gaan het gewoon doen. We gaan kijken wat dat is. Oh, Samurai. Die heb ik zo net ook al geïnvite. Ik kan de volgende keer mee doen. Samurai, als je hem nu accept. Bam. Double up. Wat is dat eigenlijk? Ja, mag ik schieten? Natuurlijk. Waar ben je? Moet je wel snel zijn. Snel. 4 seconden heb je. Kevin, je moet 24 uur live niet... 12... Oh, 12 uur live. Ik mag niet 24 uur live. Wel 12 uur. Oké. Okay. Ik weet het. Oh, er zijn nu 2 murders of zo. Ja, er zijn nu 2 murders. En 2... Ik snap hem. Het is allemaal dubbel. Ga je nog Westcraft? Nee, de volgende keer. Volgende week kan het wel, denk ik. Het is nu al best wel laat. Dus er is niet 1 moordenaar, maar 2 als het goed is. Maar Mette is wel heel stil. Mette, ben je het weer? Nee, dat kan niet. Ja, dat heb ik ook gezegd. Ah, dat is niet zo. We hebben ook echt een, volgens mij echt een noob als detective, zie ik nu net. Die met die boog drift. Maar ja. En ik ben dood. Looks you're at a bad time, ja. Yeah. Kan ik ook niks doen nu? Oh jawel, ik kan wel spectaten. Er is iemand die mij vermoord, maar ik weet niet wie dat was. Ik weet het niet, ik hoor allemaal hits, maar ik weet niet. Ben je de laatste in feite police nieuw? Wie? Kijk eens bij de boom. Ja, ik zie daar gewoon iemand een bomenskin. Oh, dit is er iemand. Iemand met een blauwe avatar skin. Hoe join ik? Je moet even online komen op Hypixel. En dan moet je even je naam doorgeven. Nou, we hebben gewonnen, dus nu gaan we nog een potje doen. Nou, nog een potje. Waarom ook niet? Ik moet straks nog wel even jachtseizoen even afediten, dus dat kost wel even tijd. Maar ja, hoe laat ben ik eigenlijk morgen in op school? Ja jongens, ik heb ook school. Ja. Ja. Oké, ik moet 6:30 uit mijn bed. Hoe laat moeten jullie morgen uit bed? Ah, oké, top. Weet je, ik ga nu ook gewoon slapen. Hè? Het kan nu ook gewoon. Iemand vermoorde mij die volgens mij deze stream kijkt. Weet je wat, we gaan gewoon nu slapen. Ga ik gewoon de hele tijd slapen en dan, als ik ga slapen, kunnen jullie dat mooi bekijken. En dan zie ik jullie morgen weer. Zo. Laten we dat niet doen, hè. Kan wel. Je kunt het gewoon doen. 230 likes! Jullie zijn bazen. Mitte, was jij het? Ben jij de moordenaar? Nee. Okay. Ik ben ook dood. Ik heb morgen mijn eerste schoolexamen, zegt iemand. Nou, die heb ik toevallig vorige week gehad. En ik ben geslaagd voor mijn EHBO. Ja. Maar dat viel wel mee hoor. Zoveel moest ik ook weer niet leren. En ik heb nog een examen gehaald. Ik heb al 2 examens geslaagd, jongens. Bam. Bam. En in februari heb ik weer een examen. Tja. Ik moet ook 6:30 eruit. Ja, ik ook. En ik moet ook nog editen zometeen. Ik moet wel even jachtseizoen uploaden. Ik heb echt nog wel wat te doen. Dus ik denk dat ik zo ermee ophou. Want anders komt jachtseizoen niet op tijd online. Dat zou ook balen zijn. Maar zo meteen pas hoor. We doen nog 2 potjes of zo. En dan, ja. Ja, dat is. Ik moet om 6:00 uit mijn bed. Oei, ja, ik om 6:30. Maar dat is ook al best vroeg voorbij hoor.
Je moet wel zeggen, het is wel echt een grappige aflevering. Voor jachtseizoen. Ja. Dat moet ik eerlijk toegeven, het is wel een hele leuke aflevering van jachtseizoen. Dus die komt morgen online, 3:45. Oké, we doen nog zo meteen één potje, want het begint eigenlijk nu... Ik kom eigenlijk nu op dit moment. Dat hebben jullie sowieso geheid ook allemaal. Je komt dan echt, je denkt dan ineens, nou... Het is eigenlijk al best wel laat en ik moet nog leren voor een toets en ik moet nog iets anders doen. En dan begin je een beetje stress te krijgen. Nou, dat heb ik op dit moment. Nu zit ik even te bedenken en dan denk ik van, nou, ik weet nou niet of dat nou heel goed lukt. Gaat lukken. Ja, of ik heb maar 6, 5, nou, het is wel 7 uur slaap. Nou, dat is ook niet best. Nou, 6 uur, 5 uur. Dus, dat kennen jullie sowieso ook wel, sommige mensen. Ik had bijna gewonnen. Ah, cool. Ook al gaat Frans een nul... Ik heb nul stress. Ook al gaat Frans een nul worden. Nou, oké. Okay. Kevin, kan je een keer meedoen met... Oké, morgen komt er een nieuwe aflevering van Jachtseizoen online. En daar leg ik in hoe jij als kijker kan meedoen aan Jachtseizoen. Je moet gewoon even eerst een Twitter-account aanmaken. Dan stel je voor, je wil meedoen met Jachtseizoen. Maak een Twitter-account aan voor morgen. En bekijk de Jachtseizoen aflevering. Daar leg ik het allemaal haarfijn uit. Daar kan jij meedoen. Met jachtseizoen. Ik heb Twitter, maar mag niet van Twitter of van, op Twitter. Nee, dan moet je even een... eigenlijk mag ik niet iets zeggen, hè. Eigenlijk mag ik niet zeggen, maar er zijn heus wel mensen... Laat ik het zo zeggen, er zijn mensen... Ik ga nog niet zeggen of het... Ik ga niks zeggen, maar ik zeg wel erbij... Dit mag ik wel zeggen. Er zijn mensen die... we hebben gewonnen trouwens, mooi. Nog één potje gaan we doen. Er zijn mensen die hebben... hun leeftijd hoger gezet. Zodat ze niet werden geblokkeerd van Twitter. Oftewel 18 jaar online registreren of... ja! Jongens. Dit is handig. Mitte, waar ben je? Niet bij jou in de buurt. Nee, dat snap ik. Nee! Kak! Ik heb wel heel veel mensen vermoord. Dat is weer jammer. Ik heb 4 mensen vermoord. Wie heb ik allemaal vermoord? Ja, ik heb Cindy vermoord. Cindy en deze, die zit er ook in. En mezelf. Maar ik heb wel Cindy vermoord. Nee, klopt, Kevin. Klopt. Ja, binnenkort kan je dus lid worden met 2 euro maar per maand. En dan heb je verschillende ledencategorieën. Dus dan kan je ook voor 5 euro lid worden, maar ook als 2 euro. En dan komen er ook stickers en zo en emoties en zo. Dus dat komt allemaal binnenkort. Maar dat heb ik nog niet ingespeeld. Maar voor de volgende keer wel. Oh my god. Kaksoi. Het ging net zo lekker. Wat leuk dat je erbij bent, Kevin. Het ging nou net zo lekker. Oké, ik wil nog één potje doen, oké? Oké, ik ga nu echt... Dikke stress, tijdstress krijgen straks, omdat ik jachtseizoen nog moet editen. Maar dat komt wel goed. Hoe laat ben ik morgen uit? Zeker heel laat. Nou, valt mee. You lose! Nee joh! Dit is de eerste keer dat we hebben verloren. Oké, we gaan nog één potje doen. Het is ook heel onhandig als moordenaar te zijn als iedereen dat kan zien op je beeldscherm als je live bent. Maar ik heb wel 4 kills gemaakt. Bijna de 240 likes jongens, die zijn bazen. Die zijn bazen. Nou, nog 1 seconde. Nou, gelukkig ben ik innocent. Oh, wat gebeurt er? Oh, lol.
Lol, ik ga met zo'n ding mee. Ik ben morgen om 2:30 vrij. Ah, chill. Dat is heel chill. Oh, er zijn die mensen die gaan niet afslaan. Dat is een moordenaar, dat is een moordenaar. Dat is een moordenaar. Mirte, kijk uit. Als je die kant op gaat, heb je een moordenaar. Ja, ik leef nog. Ja, ik moet op zo'n ding gaan. Kom op. Kom op, nee. Ja, hoppa, gaan we. Let's go. Let's go. Ik zie daar gold liggen. Ah, nee. Ah, 4 gold. Nog 8 gold gaan. Nee, 6 gold. Hier, daar nog een gold. Ik ben lid geworden van je Discord, vet. Dat kan ook, in het linkje in de beschrijving. Hier kunnen we naartoe. Hier kan ik wel zien wie... Die heeft een boog. Hier kan ik wel heel goed zien wie de moordenaar is. Maar ik ben dus nu elke... Oh ja, de boog! Nee! Ah! Kak. Nee. Ja, ik had bijna de boog. Die wou ik pakken, maar ja. Jij bent het sowieso, Mirte, hè? Nee! Nee? Oh. Nou, maar je bent wel een moordenaar. Nee, ik ben al dood. Oh, dat niet. Nee, er is geen bot in de chat, hoor, Kevin. Maar... Ik denk dat het voor vandaag alweer lekker is. Ik moet namelijk zo nog een... staat die CRS naar een warning? Er gaat iets instorten, een lawine. We hebben wel weer gewonnen. Deze stream was chaotisch. We hebben gewoon de 240 live kijkers aangetikt en ook heel lang. En ook al dronk ik een drankje, gingen er niet eens heel veel mensen weg. Jullie zijn echt bazen. Jullie zijn bazen. Jullie motiveren mij om elke week weer live te gaan. En zondagavond ga ik dus weer live om 7 uur. Maar... waarschijnlijk ga ik misschien zaterdagavond ook live. Oftewel, 2 keer per week. Maar sowieso eerst... Oh. Dan spawn ik weer. Dan wil ik stoppen en dan ben ik ineens moordenaar. Nou, dat is handig. Ja, ik kan het nu gewoon zeggen, want iedereen ziet het toch. Oh, ik heb de tech-tift. Oh. Oké, weet je wat? We gaan dit alleen nog even afspelen en dan... Die had ook een boog. Ik heb de 2 detectives vermoord. Gaan we dit winnen? Nee. Bam! Jawel. Nee. Jawel. Maar jij zit te stream. Ja, jij zit te stream gewoon. Jij kijkt de stream. Dat is nee, onhandig. Die loopt er ver achter. Dit is zo onhandig als ik nu live ben met allemaal kijkers. Lekker dan. ik moet slapen. Ja, dit is ook het laatste potje. Beter win ik dit. Het zou wel machtig zijn. Pap. Nog een aantal spelers zijn er over. Check hoeveel mensen ik heb vermoord even, hè. Check even. Check even. Dit doe ik toch even lekker, hoor. Of niet dan? Daar is iemand. Die heeft een boog. Ik ga nu vermoord worden. Maar ja, ik heb toch al heel veel kills. Boeien, Ruud. Oké. Okay. Oh my god. Dit doe ik lekker, jongens. Ik zeg het eerlijk. Oh, daar staat iemand. Die is ook dood. Oh. Iemand schoot, maar mijn schoot mis. Er zijn hier sowieso mensen aan het campen. Ik ben ook de enige... Ah! Oké. Ik ben ook nog de enige moordenaar. Ja, maar als ik nu verlies, komt het niet door mij. Komt het gewoon met een teamgenoot. Want ik heb de meeste kills gepakt.
Check hoeveel kills ik maak. Ik maak gewoon alle kills. Ah. Dit gaat echt weer helemaal fout. Ik ben de enige moordenman, man. Ah! Oké, helaas. Hoeveel kills heb ik? Ik heb 17 kills. Oh my god, dat zijn echt superveel. Oh. Maar jongens. Dit is dan toch wel echt het einde. Ik ga nu naar de lobby, anders joinen we weer een potje. En dan kan ik echt niet aan jachtseizoen. Ik moet namelijk nog even snel achter jachtseizoen zo meteen opnemen. Of opnemen. Renderen en editen en uploaden. Dus morgen op 3:15 komt jachtseizoen sowieso online in Mytopia. Volgende week ga ik sowieso zondag live. Om 7 uur. Onthoud dat. 19.00. Gaat super tof worden. Dan gaan we Sam sowieso terugpakken. Moeten we beter voorbereiden en zo. Ik wil Mirte heel erg bedanken voor het meedoen. Hé, Mirte? Geen probleem. Nou, misschien kan je de volgende keer weer helpen om Sam op te vinden. Toch? Ja, dat gaan we zien. Of vond je het nou niet zo leuk? Ah, het was wel leuk. Ah, oké, gelukkig. Nou, en we hebben gewoon de 240 likes aangetikt. Dit is gewoon een basige livestream geweest. En, nou, op naar morgen. Een nieuwe dag. Ik wens iedereen succes op school. Mezelf ook. En dan, echt waar, jullie zijn basis. Waren met heel veel mensen in Mytopia. Het was super gezellig. En tot morgen. En ja, ik zie jullie later. Joejoe. We're on the run. This is what we waited for.